Alle teleurstelling voorbij en alle vaarwangers geregeld. Wij gisteren richting Den Haag om op te bouwen. Dan denk je, alsof het trekkerverbod al niet genoeg is, doet de gemeente in Den Haag de paaltjes niet naar beneden. Een halve dag wachten, later zijn de spullen akkoord bevonden, maar mogen de paaltjes alsnog niet naar beneden. Natuurlijk hebben ze prima verklaringen bij de gemeente. Ze wisten niet dat er een bar zou zijn en een toilet, et cetera. Alsof het de eerste demo van Den Haag, van FDF in Den Haag is. Je hoeft niet lang na te denken hoe dit zit natuurlijk. Jan van Zanen is burgemeester van Den Haag en VVD'er. Alles, maar dan ook alles wordt eraan gedaan om deze demo te laten mislukken. Waarom? Omdat het de grootste wordt. Omdat hij voelt dat de laatste zetels ook gaat verliezen. Het is een autocraat in zijn doodstrijd. Spartelt wild om zich heen, maar weet dat hij binnenkort zijn biezen kan pakken. Zijn coalitie staat op knappen. De portemonnee van Kaag is leeg om die groene hobby's uit te voeren. En ergens staat op vallen en dan is het gebeurd met het hele stikstofverhaal. Een zuivere boerenoverwinning overleeft zijn kabinet niet. We willen hier met z'n allen iets uitdragen vandaag. Ik als voorman van FDF wil hier vandaag een familie in het zonnetje zetten. Een familie zoals er al vele zijn in Nederland. Een hardwerkende boerenfamilie. De familie Fayon. De familie Fayon zijn pasmelders, zoals duizenden anderen. Dit verdriet wil ik een gezicht geven. En deze familie verdient ook alle steun. Dan heb ik afgesproken met Chantal Fayon dat ze hier in de midden ongeveer 25 meter voor het podium is. En ik zou hier graag een grote cirkel gevormd hebben om Chantal heen. Dus of jullie hier graag een grote cirkel in de midden willen maken, hier voor het podium. Kijken of dat lukt, want het is wel erg druk natuurlijk vandaag. Moet het cirkeltje maar niet zo groot worden, maar even hier een gatje in de midden. Chantal, steek even de hand omhoog. Waar staat ze? Oh, daar. Kom maar een beetje naar voren, want hier maken we het gat. Ik kan wel zeggen met die omgekeerde vlag, maar ja, er zijn er wel erg veel vandaag. Goed. Zou jullie allemaal een meter of vijf afstand willen maken en een kring om Chantal heen willen vormen? Hiermee willen we laten zien dat we als maatschappij als een beschermende ring om diegenen vormen die vermalen worden door het ambtelijke en politieke systeem van tegenwoordig. Dankjewel. Ik hoop dat er diegenen die vermalen worden door ons systeem, hoop putten in donkere dagen, dat er zoveel mensen zijn, net zoals hier vandaag, die in deze wereld opstaan tegen het onrecht en vechten zij en zij met hun. Hoe lang en hoe moeilijk die strijd ook zal zijn, het recht zal overwinnen. Denk erom mensen, stem wijs en neem zoveel mogelijk mensen mee naar de stembus woensdag. En anders neem zoveel mogelijk machtigingen mee. Zoveel tegenwerking wil zeggen dat we ze op de knieën hebben. Mensen houden netjes vandaag en trekken de overwinning nu binnen, want ze willen dat het escaleert, zodat ze ons weer als onmensen neer kunnen zetten. Laat je niet uitdagen door de Romeo's, want onze overwinning ligt binnen handbereik. Hou in het hoofd, we hebben nog maar 4 zetels te gaan. Allemaal een goede demonstratie gewenst. En ik geef daar een stokje door aan onze spreekstalmeesters Jos en George. En voor de rest wil ik alleen maar zeggen, all for one. Dankjewel Mark. Goedemiddag lieve mensen, ik ben George. Sommigen van jullie kennen mij. Ik sta al een tijdje te roepen in parken en op pleinen over het bewind dat over dit land heerst op dit moment. U bent hier allemaal in grote getalen, wat geweldig om u te zien. Het is echt fantastisch, je kunt hier over de koppen lopen zou je kunnen zeggen.
En die staan hier allemaal verschillende mensen. Boeren, burgers, werknemers, ondernemers, papa's en mama's, opa's en oma's, jongens en meisjes. En de reden is dat u allemaal het doelwit bent van dit kabinet. Ze willen u kapot maken, maar u ziet wat er gebeurt. Ze brengen ons bij elkaar. En vandaag zijn we bij elkaar en vandaag zijn er ook een hele hoop papa's en mama's en opa's en oma's, jongens en meisjes, ondernemers en werknemers en politici hier om samen met u op te staan tegen dit kabinet. Samen met Jos van de FDF, ik doe het namens SVN, Samen voor Nederland, praten wij hier de dag aan elkaar. Jos heeft wat huishoudelijke mededelingen. Jos. Ja, allereerst hebben we natuurlijk prachtig geluk dat we zo'n mooie opkomst hebben met tegelijkertijd zo'n prachtige weersituatie. Het veld is goed, de sfeer is goed en dan moeten we zo houden met elkaar. Allereerst heb ik een paar huishoudelijke mededelingen. Er zijn vrachtauto's rechts geparkeerd en die staan op een vluchtroute. Dat zijn truckers. Ik wil graag vragen of die dat even willen organiseren, dat er een vluchtroute vrijgemaakt wordt voor noodsituaties. Tweede opmerking, we hebben hier voor 25 meter voor het podium een livestream, zodat iedereen in Nederland en in de wereld mee kan kijken wat hier gesproken wordt op het podium. We hebben een dijk van het programma, het zou zonde zijn als dat meegekregen kan worden, dus ik wil de mensen met vlaggen en borden die voor de camera staan hier vragen om ruimte te maken voor de camera. Dan de laatste opmerking voordat we het dijk van het programma kunnen beginnen. We hebben achteraan, links en rechts, bij de toiletten, hebben kassa staan. Daar kun je doneren en dan krijg je als wederdienst een gratis muntje. Want muntverkoop, dat mocht niet van de gemeente Den Haag. Ik wens jullie allemaal een prachtige dag en laten we beginnen. Yeah. Oké, we hebben net Mark gehad. En de dame die nu op het podium komt, is een felle strijdster. Ze is wars van kritische depositiewaarden, heeft een scheid aan stikstof en stikstofbeleid. Ze is hier vandaag, Sita van Kuypema. Ja, ik was net even weggelopen, sorry. Ja, daar staan we met z'n allen. Hoe is het mogelijk, hè? Wat hebben ze ons tegengewerkt? Wanneer onrecht wet wordt, is verzet een plicht. Toen ik die zin 3,5 jaar geleden uitsprak op 1 oktober 2019 op het Malieveld in Den Haag, had ik nog niet een fractie besef van het stel roofdieren, hyena's zelfs, waaruit deze coalitie, die zich onze volksvertegenwoordigers noemt, bestaat. Ministers die rukzichtsloos en zonder een greintje moreel besef groep na groep in de samenleving rechteloos maken en zelfs kapot. Door deze mensen vallen en vielen er slachtoffers, zelfs doden te betreuren. Hun partijgenoten in de Tweede Kamer, die beter als ja-knikkers in een olieveld hadden kunnen staan omdat ze daar minder kwaad kunnen, vinden schending van onze rechtsstaat of onze burgerrechten evenmin een probleem en stemmen altijd gedwee mee. Hoe slecht een wet of voorstel ook is, hun slaafse steun gaat volgende week in de Eerste Kamer naar de rampzalige omgevingswet, die opnieuw een aantasting is van uw democratische rechten. Het houdt niet op, niet vanzelf. De toeslagenslachtoffers, de slachtoffers van de aardbevingsschade in Groningen, de gepensioneerden, de minima die deze winter zonder warmte door moesten komen, de uitgeklede zorg, het afgebroken MKB. Het houdt niet op. Niet vanzelf. En dan de landbouw, waar boeren met hart en ziel zich al generaties inzetten voor uw dagelijks brood, uw groenten en uw granen, uw voorgerecht en uw nagerecht, uw boter, vlees en eieren
zij zijn nu aan de beurt. In 2019 waren de nertsenhouders de meest bedreigde sector in de landbouw. De ruimingsklus van deze bedrijven heeft het kabinet Rutte 3 inmiddels voltooid. Het houdt niet op, niet vanzelf. Sinds ruim een jaar zijn de vissers aan de beurt. Ze kregen onhaalbare stikstofdoelen opgelegd die dit, een democratie onwaardige kabinet, in wetgeving goot. Stikstof als valse aanleiding draait de vissers één voor één de nek om. Het houdt niet op, niet vanzelf. En nu? Nu concentreert dit ramkabinet op het leegvegen van ons platteland. Ze maakten een onhaalbare wet met onhaalbare doelen. Berekenen met een stikstofmodel dat niet deugt. Hebben daarbij een afwijking tot 100% en leggen vervolging die uitkomst op bedrijven neer, op mensen neer. Onhaalbaar. Zelfs als alle leven uit Nederland is vertrokken, zijn de doelen in 96% van de natuurgebieden niet gehaald. Kan er nergens gebouwd worden, nergens een vergunning verleend worden. Rutte maakt bewust van Nederland een sterfhuisconstructie. Het houdt niet op, niet vanzelf. Dit kabinet geeft dat inmiddels ook toe. Gaat die onhaalbare norm uit de wet halen, die kritische depositiewaren. Maar dat doen ze in 2030. Want in 2030 zijn de piekbelasters opgeruimd, de pasmelders uitgeput, is het platteland braak, de boeren onteigend en verjaagd, de stallen en de huizen tot aan de laatste steen afgebroken, alles weg, zodat het er mooi bij ligt om er industrie, wegen, luxueuze huizen, datacenter, zonneparken, windmolens en spielerij van de zelfbenoemde elite op te zetten. Ons eens mooie Nederlandse weilandschap verwoest bewust. Het houdt niet op, niet vanzelf. Niets klopt er van dit beleid, niets deugt er aan deze volksvertegenwoordigers. Volksverlakkerij, dat is het. Denkt u werkelijk dat koeien klimaatkillers zijn? Dat zij uw leefomgeving aantasten? Dat zij de hoeveelheid stikstof produceren waar wij nu last van hebben? Wat feitjes. In 1950 hadden we in Nederland 10 miljoen inwoners en nu inmiddels 17,5. In 1950 waren er meer dan 400.000 agrarische bedrijven, inmiddels zo'n 50.000. En zij produceren al uw voedsel. In 1990, kort voor de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden, waren er 1 miljoen meer koeien dan nu. Hoe kunnen zij het probleem dan zijn? Van Schiphol wordt 90% van de uitstoot door dit kabinet weggerekend. Zij storten hun PFAS, hun uitstoot uit over Nederland. Wij hebben in Nederland 1,8 miljoen hectare landbouwgrond, maar we consumeren de opbrengst van 3,5 miljoen. We importeren de helft van wat we opeten. Koffie, wijn, sinaasappels, exotische granen voor vegan producten, bananen, cacao, sojaolie. Gelooft u nog steeds dat koeien de klimaatkillers zijn? In 1950 reden er 140.000 auto's rond in Nederland. Nu meer dan 9 miljoen. In 1940 waren er 350.000 passagiers die in Schiphol de incheckbalie passeerden. Inmiddels bijna 60 miljoen. Gelooft u nog steeds dat koeien de klimaatkillers zijn?
Slechts 50.000 mensen produceren het voedsel voor 17,5 miljoen mensen. Voedselproductie en landbouwgrond verdwijnen heel erg rap wereldwijd. Tijdens de lockdown realiseerde iedereen zich hoe kwetsbaar ons dat maakt. We reden niet. We vlogen niet. De lucht was schoon. Het water ook. En maar de boer, die ploegde voort. Hij hield niet op vanzelf en produceerde uw dagelijks brood. Sinds de gaskraan uit Rusland dichtgedraaid is, realiseren we ons weer hoe kwetsbaar we zijn. Rutte 4 weet dat ook. Hij voedt die angst om te manipuleren en te controleren. Zet mensen tegen elkaar op door te polariseren. Criminaliseert om te elimineren. Tast de democratie aan om te reguleren. Uw rechten verdwijnen, uw democratie. Het houdt niet op, niet vanzelf. Mensen, sta op. Sta op en zorg dat onze kinderen en kleinkinderen het Nederland leren kennen dat wij hadden. Vrij van dwang en de cancelcultuur. Met vrijheid van denken en doen. Waar provinciale staten geen uitvoeringskantoor was van het Rijk. Maar de wil van het volk volgde. Waar de Eerste en de Tweede Kamer nog hun controlerende en corrigerende taak op zich namen. Zoals het hoort. Mensen, maak het verschil op 15 maart en stem ze weg. Elimineer! Elimineer via de democratische weg de meerderheid van de coalitie en hun volgzame partijen. Elimineer de volslagen rechteloosheid die binnengedrongen is in ons systeem. Herstel de democratie. Laat de coalitiepartijen GroenLinks en PvdA ook daadwerkelijk links liggen. Stem ze weg op 15 maart, want het houdt niet op. Niet vanzelf. Nog één keer aanhalen voor onze Sita van Kuipema. Nummer 8 van de meest invloedrijke mensen op de lijst van Politico. Stem ze weg. Dank je. Dank je wel, Sita. En dan nu. Chantal, kom. You never walk alone. Daar staan we. Onze Chantal. Geef hem daarvoor het applaus. Ik ben Chantal, maar ik ben ook moeder van 3. En samen met mijn man en mijn ouders hebben we een melkveebedrijf in Overijssel. 3 generaties op 1 erf. De situatie die op veel melkveebedrijven voorkomt en die je dagelijks van bewust maakt dat alles wat je bezit zal worden doorgegeven aan de volgende generatie. Duurzaam omgaan met de productiemiddelen die ik van mijn vader heb gekregen, is letterlijk van levensbelang voor mijn kinderen. Maar alleen duurzaam werken is niet genoeg. Alles wordt duurder en loonsverhoging vragen kunnen wij boeren niet. Dus melken we een paar koeien meer. Daardoor lijkt het alsof er steeds meer koeien in Nederland komen. Maar wat denken jullie? Zijn er nu meer koeien in Nederland dan in de jaren 60? Inderdaad, minder. In de jaren 80 fietste ik naar school in het dorp langs tientallen boeren met koeien en varkens. Toen ik in 2015 van mijn broer en zussen de kans kreeg om het ouderlijke bedrijf over te nemen, was ik nog de enige in de straat. Na de bedrijfsovername kochten we wat grond en om alles financieel rond te zetten ook wat extra koeien. Voor 2015 vielen wij onder de algemene maatregel van bestuur. Dat hield in dat we tot 200 koeien mochten uitbreiden zonder vergunning. In 2015 was die algemene maatregel pas geworden. Onze accountant vroeg de vergunning aan en al gauw hadden we onze pasmelding in huis. Enkele weken later kregen we via de provincie te horen dat de natuurclub MOB
bezwaren maakte tegen deze uitbreiding. Het ging om een uitbreiding van een kwart mol. Dat is dus 3,5 gram stikstof per 10.000 vierkante meter per jaar. Verdeeld 3,5 gram is door 365 dagen en spreidt dat uit over 2 voetbalvelden. Dat is onmeetbaar. In november 2016 kregen we van de Raad van State de uitspraak dat de bezwaren van de Milieucup gegrond waren. We hadden de zaak gewonnen en mochten eindelijk onze uitbreiding uitvoeren. In 2017 en 2018 werden we opeens geconfronteerd met fosfaatrechten. We moesten weer terug naar de dierenaantallen van 2015 voor de uitbreiding. Dus weer naar de rechtbank, maar deze keer tegen de staat. Eerst gewonnen en in hoger beroep verloren. Boetes betaald, 40 gezonde koeien naar de slag gedaan. Maar we gaven niet op. Schouders stronden, slikken, doorgaan. Fosfaatrechten gekocht, langzaam weer gegroeid, nog steeds grondgebonden. We kunnen alle mest op ons eigen land kwijt, we weiden de koeien, we verbouwen onze eigen krachtvoer, we hebben bomen en struiken om de percelen, werken samen met lokale natuurverenigingen om de weidevogels te beschermen, hebben diverse vogelnesten in en om de schuren en zover ik weet geen last van gestreste wormen met poep op hun hoofd. Poep is echt een waardevolle grondstof en erg belangrijk voor de bodemvruchtbaarheid. Daarom bouwden wij eind 2021 met een aantal boeren uit de buurt een groen gasnet opzetten. Zo konden we de stikstof en methaan reduceren en groen gas opwekken. 4 koeien leveren genoeg gas om een heel gezin een jaar lang warm te houden. En precies op dat moment moest Vollenbroek weer een handhavingsverzoek op ons bedrijf leggen. Weer stilstand en geen verduurzaming. In het begin vonden we het vooral vervelend, want het legt je bedrijf weer stil. Maar toen in augustus vorig jaar provincie Overijssel echt begon te handhaven, werd het toch wel heel erg angstig. Zowel de pas als de algemene maatregelen van bestuur golden niet meer en 2/3 van onze dieren moeten weg. Het is hartverscheurend. En ik weet niet hoe het bij jullie thuis is, maar als bij ons 2/3 van het inkomen wegvalt, kunnen we de rekeningen niet meer betalen en gaan we gewoon failliet. En dan raken we de laatste dieren ook nog kwijt. En met die onzekerheid moeten wij dag in, dag uit leven. 3 generaties die hun inkomen, huis, levenswerk, toekomst, echt alles wat ons lief is, kwijtraken. Hoe hard kun je onschuldige burgers treffen? We hebben altijd aan de wet gehouden en de overheid is zelfs verplicht om ons te legaliseren. Onze natuurdoelen worden naar voren gehaald. We moeten versnellen op klimaat. Maar de overheid zelf, als de overheid zelf moet leveren, zijn ze niet vooruit te branden. Tot nu toe is nog geen 0,25% van de 2.500 pasmelders gelegaliseerd. Ze hebben alleen nog maar meer ons agrariërs in onzekerheid gebracht door positieve wijziging, stallendeadline, afgewezen rapvloeren, gebiedsgerichte aanpak, nieuwe derogatieregels, boeren in Natura 2000 gebieden, piekbelasters en ga zo maar door. En waarvoor? Als alle boeren uit Nederland vertrokken zijn, is nog steeds meer dan 90% van de natuurgebieden overbelast en kan er nog geen enkele vergunning worden afgegeven. In ons dorp hebben we hele lieve collega-boeren die hun stikstof aan ons hebben aangeboden. Maar in Overijssel schrijven ze stikstofrechten nog steeds niet over. Zolang de onhaalbare kritieke depositienormen in de wet staan, is het afgeven van een vergunning onmogelijk. Het systeem klopt niet. Berekeningen kunnen 100% afwijken. Van der Wal zegt dat stikstof niet verder komt dan 500 meter vanaf de bron, maar ze rekent met 25 kilometer. De hei mag wel afbranden, maar een paasvuur mag niet. Evenementen kunnen niet gehouden worden in verband met stikstofuitstoot, maar een vakantiehuis bouwen in de natuur kan wel. Het is niet meer uit te leggen. Het vertrouwen in de overheid is totaal weg en er wordt niet gekeken naar de gevolgen voor de mensen. Ze roepen dat de landbouw voor een grote transitie staat. Maar als er iemand getransformeerd moet worden, dan is het de overheid wel. De menselijke maat is totaal zoek.
En dat we de natuur nodig hebben, dat weet iedere boer. Maar om de natuur te beheren, moet je niet gaan rekenen. 3% van het aardappelvlak is geschikt voor landbouw. In Nederland hebben we goede landbouwgrond. Nederlandse boeren produceren met de minste milieu-impact. Alles wat je verplaatst naar elders zal meer gevolgen voor de natuur hebben. Buiten het feit dat je jezelf afhankelijk maakt. Kijk bijvoorbeeld naar medicijnen. Mijn zus is apotheker. En om een werkzame stof op de goede plek in het lichaam te krijgen, heb je melkpoeder nodig. Wij Nederlandse boeren produceren zulke schone en kwalitatief hoogwaardige melk dat wij wereldmarktleider zijn in farmaceutische lactose. Dat kan van strategisch belang zijn en levert gewoon geld op voor de BV Nederland. Ik geloof in wat ik doe en ik ben ontzettend trots om boerin te zijn. Ik werk met mijn dieren in en van de natuur. We veranderen de maatschappelijke wensen en we verbeteren door kennis en innovatie. En dat doen we al eeuwen. Ik hoop dat de onbetrouwbare politiek versneld de onontkoombare transitie doormaakt naar een menselijke overheid. Zodat we in goede harmonie kunnen leven met onze vissers, boeren en burgers. Yes! Dankjewel Chantal, dankjewel. Geweldig gesproken, dames en heren. Dan merkt u maar weer eens hoe Rutte te werk gaat. Hoe het kabinet Rutte te werk gaat. De mensen afknijpt met regelgeving en administratieve ellende. Het is nogal schaars, politici met ballen. Vrij schaars. Maar die er vandaag zijn, die hebben dat wel. En ik heb zo'n vermoeden dat u aanstaande woensdag niet gaat stemmen op de loze beloftes van de VVD. Dat u klaar bent met het verraad van het CDA. Dat u de kaagtrein van het globalisme tegen gaat houden. De eerste politicus met ballen die ik vandaag de eer heb om te introduceren is een man die 25 jaar geleden vertrok bij de VVD. Ik denk dat hij toen al door had. Iemand die opkomt voor het gewone volk. Iemand die opkomt voor de papa's en mama's en de jongens en meisjes in dit land. Dames en heren, fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Vrijheid, Geert Wilders. Kijk. Hallo vrienden en vriendinnen. Boeren en boerinnen. Hebben jullie er zin in vandaag? Het is geweldig dat zoveel van jullie, duizenden, wat zeg ik, tienduizenden vandaag naar Den Haag zijn gekomen. En het is goed dat jullie je niet hebben laten tegenhouden. Want democratisch verzet, dat is dit. Democratisch verzet tegen de tirannie van Rutte en Kaag is keihard nodig. We pikken het niet langer. We hebben er genoeg van. Ons land wordt afgebroken. Ons land wordt kapot gemaakt, aangevoerd door de links-liberale slopers van D66. En ik zeg jullie, niet de boeren, maar dit kabinet is het grootste probleem van Nederland. Niet de veestapel, maar D66 moet woensdag worden gehalveerd. En het grote probleem van Nederland is niet de hoeveelheid stikstof per hectare, maar de hoeveelheid idioten in dit kabinet. Het is, beste mensen, het is een smoes om de boeren. Stikstof is een smoes om de boeren weg te jagen en een land vervolgens vol te proppen met duizenden woningen voor asielzoekers. Dat is een echte agenda. De D66-agenda van boerenhaat en de afbraak. Maar vandaag spreken wij wat met elkaar af. Vandaag maken wij er
een historische dag van. Vandaag spreken wij met elkaar af dat we Nederland gaan terugveroveren. Dat we Kaag en Rutte gaan wegstemmen. En ik vraag aan jullie, gaan we dat doen? Ja! Willen jullie meer of minder Rutte en Kaag? Ja! Ik kan het niet goed verstaan. Meer of minder? Dan gaan we dat regelen. En we gaan net zo lang door tot ze weg zijn. Kiezen we. Vissersbedrijven. Het zijn niet alleen de boeren. Het zijn ook de vissers van Nederland die worden weggepest. Die kwaadwillend het leven wordt zuur gemaakt. Ik was laatst in Volendam en op Urk en ik zag het. Vissersboten naar de sloop gebracht. Ongelooflijke schande. Bedrijven die net als bij de boeren al generaties in dezelfde familie zitten, worden helemaal kapot gemaakt. Beste mensen, daarom zeggen wij, hier staat het. Stem ze weg. Eén keer met z'n allen alsjeblieft. Stem ze weg. Nog één keer. Stem ze weg. Woensdag gaan we dat doen. Maar beste vrienden en vriendinnen, uiteindelijk gaat het erom om de keuze in wat voor land we met elkaar willen leven. Kiezen we voor een land wat vol staat van nationale zelfhaat, voor het afbreken wat al onze ouders en schoonouders en grootouders hebben opgebouwd, waar onze mensen keihard voor hebben gewerkt, of kiezen we ervoor te leven als vrije mensen in een vrij land waar we zelf onze eigen keuzes maken, waar we niet te maken krijgen met dwangwetten of het verplicht uitkopen van boeren. En ik wil leven in een Nederland, in een vrij Nederland, waar boeren weer mogen boeren en vissers weer mogen vissen. Zijn jullie dat met me eens? Ja! Waar we ons geld, ons zuur verdiende geld en onze huizen weer aan onze eigen mensen moeten geven. Want het is toch een ongelooflijke schande dat in een rijk land als Nederland 5 miljoen gezinnen in financiële problemen leven, terwijl we barsten van het geld, maar dat geld door Kaag en al haar idiote linkse hobby's wordt uitgegeven. En het is toch onvergeeflijk dat 900.000 twintigers en dertigers nog bij hun ouders thuis moeten leven, terwijl ze een gezin willen stichten, maar geen woning kunnen vinden, omdat die met voorrang allemaal naar statushouders gaan. En het is toch onvergeeflijk dat onze ouderen in de zorgcentra 100 gram vlees en 150 gram groente per dag krijgen, omdat ze daar moeten bezuinigen, terwijl asielzoekers in luxe cruiseschepen zich iedere dag vol vreten met warme maaltijden en appeltaarten. Wat vinden we daarvan? En het is onvergeeflijk dat als er een aardbeving is aan de andere kant van de wereld, dat het kabinet direct de portemonnee trekt. Maar als er een aardbevingen zijn in Groningen, worden de mensen keihard in de steek gelaten. In het Nederland van Kaag en Rutte staan Nederlanders op de laatste plaats. En ik ben dat spuugzat. Zijn jullie dat ook spuugzat? Ja! Dan gaan wij dat aanstaande woensdag met elkaar veranderen. Dan gaan wij woensdag Nederland teruggeven aan de Nederlanders. Dan gaan wij Nederlanders weer op één zetten. Het wordt tijd. Het is de hoogste tijd dat er weer naar jullie wordt geluisterd. Jullie zijn de motor van dit mooie land. Zonder boeren en zonder vissers is Nederland Nederland niet meer. Wij gaan jullie, de boeren en de vissers van Nederland, wij gaan jullie weer het respect geven dat jullie verdienen. Wij gaan Kaag
en Rutte wegstemmen. Dus ik vraag aan iedereen hier, maar ook de mensen die thuis kijken, ga allemaal stemmen woensdag. Stem dit kabinet weg als het kan. Stem op de PVV. En ik zeg tegen jullie vrienden, ik hou van jullie. Bedankt voor jullie aandacht en heel veel succes vandaag. En nog één keer. Willen we Kaag en Rutte weg of willen we ze niet weg? Nee! Willen we meer of minder Rutte naar Kaag? Nee! Tot ziens. Bedankt voor deze geweldige donderspeech. Wij hebben als FDF en als boeren wel eens vreemd gekeken naar bepaalde moties van de PVV. Maar wij zien de laatste tijd dat de PVV zich knetterhard maakt voor de agrarische sector van Nederland. En daar zijn we heel blij mee. Bedankt. Hartstikke graag gedaan. Dan vraag ik nu uw aandacht. Geert Wilders had het er net al over. Niet alleen de boeren, maar ook de visserij. We leven notabene in een land ver onder de zeespiegel. We zijn een visminnend land. We eten veel vis, we hebben veel vis en onze vissers die worden enkel in de weg gezeten. Ik vraag een applaus en ik geef het woord aan Patrick. Hier zijn we dan. Van de zee afgetreiterd, dus even tijd vrij kunnen maken om bij jullie te zijn. We bestaan nog. Jongens van Tromp in de Ruiter. Samen het land opgebouwd. Door boeren, vissers, buitenlui. Een land opgebouwd door mannen in ketelpakken. En het wordt in tijd van een paar jaar afgebroken door lieden met een stropdas. Schaam je dood. Waar staan wij over 20 jaar, denk ik wel eens. Als ik aan het vissen ben. Dan zit ik 's avonds, 's nachts na te denken. Wat ga ik er doen? Achteroverleunen. En ik laat het over me heen komen. Of ik ga samen met jullie naar Den Haag. Dankjewel mensen. Volendam. Begon ooit. De visserij bloeide op. 258 schepen. Ik begon. Waren er nog 32. Nu ben ik de laatst. Mensen, wat er met ons gebeurd is en met de boeren op stapel staat, dat gaat niet meevallen. Onze familie, in de oorlog, aardappels gevaren, opgehaald met gevaar voor eigen leven, vaak illegaal, om eten te brengen naar de grote steden. En wat blijkt na 50 jaar, door diezelfde grote steden, wordt onze kop eraf gehakt. En wat er aan de hand is, is niks anders dan een onteigening. En wie van de boeren denkt dat het gaat meevallen en goedkomen, dat gaat het niet. Eerst de vissers en de boeren. En de rest van het midden- en kleinbedrijf gaat volgen. Ik weet niet waar dit gaat eindigen. Het stikstofverhaal in de CO2 begint langzamerhand door juridische strijd in te storten. Het vervolg hiervan is dat de Brusselse regels van waterkwaliteit alvast gaan volgen. Om iets nieuws te verzinnen om onze mensen weg te krijgen in dit mooie land. Frankrijk worden zoveel mogelijk boeren, willen ze daar hebben. En in Nederland wordt de kop afgehakt. Waar is nu de EU? Gelijke monniken, gelijke kappen zou je toch zeggen. In Den Haag kakelen ze wel, maar ze leggen geen eieren. Dat is even een dingetje. En ik zal het voor de rest kort houden, mensen. Een land dat zichzelf niet kan voeden, is ten dode opgeschreven. Vergeet dat niet. Mensen, ga stemmen voordat het te laat is. Word wakker. Dankjewel namens de vissers uit Nederland en ook uit Duitsland en België. Dankjewel mensen dat ik hier iets mocht zeggen. Dankjewel Patrick. Het is mijn hele eer dat ik mag
een hele mooie dame introduceren. Let op, ze heeft nogal een scherpe tong. Er zijn heel veel globalisten die daar aan open worden gesneden. Ze stelt de agenda van de klootzakken aan de kaak. Ze roept nationaal en internationaal op tot verzet. Deelt het lot van de boeren met het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de hele wereld. Hier is ze, Eva Vlaardingenbroek. Boeren, burgers, Nederlanders. Ons land is ontstaan uit het verzet tegen de tirannie. Tegen de Spaanse tirannie. Nu, bijna 5 eeuwen later, strijden wij Nederlanders opnieuw tegen tirannie. We strijden tegen een corrupte en onrechtvaardige overheid. Een overheid die andersdenkenden uitsluit en boeren van hun land jaagt. Toen kwam het onrecht uit Madrid, nu komt het hier, uit Den Haag. En dat is het onrecht van de ergste soort. Want onze overheid heeft zich gekeerd tegen haar eigen bevolking. Zij heeft de aanval geopend op een van de hardst werkende, meest succesvolle en bewonderenswaardige groepen van dit land. En dat zijn jullie, de boeren en burgers van Nederland. Onze boeren zorgen al eeuwenlang voor miljoenen mensen ter wereld voor de dagelijkse voedselvoorziening. En anders dan wat die leugenaars in Den Haag beweren, doen jullie boeren dat op een verantwoorde en schone manier met oog voor de schepping. Maar daar gaat het ons kabinet niet om. Het gaat ons kabinet niet om de natuur. Het gaat ze niet om de Nederlandse bevolking. En het gaat ze niet om de boeren. Ons kabinet heeft een leugen gecreëerd om de boeren van hun land te verjagen. Alles wat jullie boeren bezitten, alles waar jullie je hele leven hard voor gewerkt hebben, zij menen dat even van jullie af te mogen pakken. En weten jullie hoe ik dat soort mensen noem, dames en heren? Ordinaire dieven! En ik zeg het jullie nu, hier ter plekke, met dieven gaan wij niet in onderhandeling. Wij gaan niet in onderhandeling met mensen die onze boeren hebben getreiterd, die onze boeren tot wanhoop drijven en een uitputtingsslag proberen hen ten val te brengen. En helaas, niet alleen ons kabinet, maar ook een aantal oppositiepartijen dat zegt te strijden voor de boeren, maar dat hier nu niet is, moet zich wat mij betreft schamen. Want, lieve mensen, als nu niet de tijd is om te vechten, wanneer dan wel? Als Rutte en Kaag het voor het zeggen krijgen, dan verandert Nederland in een tri-state waar Brussel dicteert. En wat zal dan nog de inspraak zijn van de Nederlandse bevolking? Nul! En daarom zijn wij hier vandaag met z'n allen. Moet je kijken met hoeveel mensen jullie hier staan. Tegen alle verwachtingen in, wat prachtig! De verwoesting van ons land en onze democratie moet stoppen. Boeren van Nederland, jullie zijn de enige met de moed en de mankracht om het wanbeleid van Rutte 4 een halt toe te roepen. Jullie zijn het laatste redmiddel van Nederlands onprachtige Nederland. En dat is natuurlijk precies de reden waarom ze jullie weg willen hebben. En daarom zullen wij ze bestrijden. Want zij zullen ons bestrijden tot in de keuken en tot in de woonkamer.
En de lakeien van de mainstream media zullen er uiteraard alles aan doen om onze boeren en ons allemaal hier weer op het bot te demoniseren. Maar wij weten beter. Wij allemaal staan pal achter onze boeren. Want wij weten dat als ze klaar zijn met de boeren, dat wij allemaal aan de beurt zullen komen. En daarom, beste mensen, lieve mensen, gaan we het niet laten gebeuren. Wij zeggen nee tegen het globalisme. Wij zeggen nee tegen de uitverkoop van ons land. En wij zeggen nee tegen Rutte 4. Leven de Nederlandse boeren, leven onze bevolking en leven de vrijheid. Dank jullie wel. Dankjewel Eva. Iedereen in de wereld weet het, hè? De Dutch Farmers. Er komt alweer Eva. Huppakee. Oké, volgende. Is een dame met heel veel pit. Camilla van der Burgt. Woont in Emmen. En daar helpt ze mensen die de pijn voelen van dit beleid. De pijn van de inflatie, de hoge energierekeningen. Mensen die eraf worden geflikkerd, geduwd, langs de kant worden gezet en niet meer meedoen. Niet meer meetellen. Mensen die niet op tv komen. Mensen die stilletjes in een koud huis pijn zitten te lijden. Van het beleid van Rutte 4. Camilla helpt die mensen. Zij doet boodschappen voor ze. Kookt voor ze. Helpt ze met van alles en nog wat. Paparazzen, administratie. Je noemt het maar. Haar hart is van goud. En ook haar tong is vlijmscherp. Dames en heren, Camilla van der Burgt. Goedemiddag Den Haag. Hulde aan de fakkelaars. Een fakkel is het symbool van reden en brengt licht in de duisternis. In mevrouw Kaag's geval liep de duisternis zelf naar het licht. Waarom zitten we in godsnaam opgescheept met een minister wiens hart zo kil en leeg is als de koelkast van een bijstandsmoeder? Madame vreest een rechtsconservatief blok, maar ik vrees een D66 die stemmingen naast zich neerlegt en toewerkt naar een straatarme, boerloze, autoloze, krekelvretende en koulijdende omvolking van ons mooie Nederland. En dit moet stoppen! Ik wil een Nederland waar mensen er verwarmd bij zitten. En waar alle kinderen met een ontbijt op naar school gaan. Waar een boete op ziek zijn niet bestaat. Waar een boer mag boeren en een visser kan vissen. Waar laaggeschoolde arbeiders niet worden misbruikt voor de winsten van multinationals. En met eerlijke politici en een bindend referendum. De macht moet terug naar de burger, want genoeg is genoeg. Terwijl D66 spartelt als een duivel in een wijwatervat, waant de GroenLinkse kmer van Paul Potter Rozemuller zich god. De grootste fractie willen worden door de kieswetten overtreden. Absurd! Zijn de VVD-stemmers er al achter dat hun stem gaat naar Fahid, de dubbele paspoortmiet, die meent dat drinkwater voor onze kinderen geen absoluut recht is? Ga dat lekker in Pakistan verkondigen, eikel! Schaam je kapot! Foute opa's! Wist u dat de opa van Rutte een NSB'er was? Dat de opa van Lubach zijn inwoners op transport zette naar Auschwitz? Dat hun spullen werden geconfiskeerd en Arjan hier prima van heeft gestudeerd? Wist u dat de opa van Schimmelpenis zich verrijkte aan de Zyklon B? Dat de opa van Ollongren een Oekraïner was? De vader van Maxima een Gunta-fascist? Erfzonde? Nee. Maar nu al deze nazi-naad zaten met Klaus Hitler Schwab vrolijk aan het Vierde Rijk bouwen, moet er wel een lampje gaan branden.
Dit kartel moet opzouten uit dat binnenhof. Het is klaar met deze WEF-keffers, bonnetjesdieven, tassendragers en aartsleugenaar. Het is niet vreemd dat we deze overheid wantrouwen. Het is pas vreemd als je dat nu nog steeds niet doet. In wat voor democratie worden EU-wetten zonder grondwettelijke basis doorgevoerd? Miss Netkous van Huffelen, oh jawel, ze zouden nu voor het tribunaal moeten slepen. Yeah. Nederland zonder boeren is als Amsterdam zonder... Boeren. Juist. Indien we niets doen, zal de boerenstand worden vernietigd. Indien we niets doen, zullen onze vissers nooit meer uitvaren. Indien we niets doen, zal Nederland al heel snel Nederland niet meer zijn. Woningnood, zorgnood, energienood, voedselnood. Onze bestaanszekerheid valt weg. Reken daarom 15 maart met z'n af, lieve mensen. En stem ze weg. Dank u wel. Zoveel power in zo'n klein vrouwtje. Onvoorstelbaar. Dankjewel. En dan starten we nu een ingezonden filmpje van een Europarlementariër uit Duitsland, Christine Andersson. It is such a joy to be able to speak to you today. I can't imagine how incredible the energy must be there. I wish I could be there. I did come to Holland late last year with my Dutch father, and we got to meet the farmers. We got to meet many of you. We got to see the upside down flags and understand a little bit more what you were going through. Now, in case you didn't already know, but the whole world is watching you. I'm sure you've seen how much your promotional video has been shared and how much Eva's video was shared all over Twitter and all over other social media platforms. The whole world is watching you. And I understand that it can feel like a lot of pressure, but we are watching you because we understand that your fight is all of our fights. Because it's your farms today, it's Australia's farms tomorrow. And everything that you do to fight back is going to help the whole world. I'm sorry, I know it's a lot of pressure, but you are showing us how it can be done. I also know that there has been a lot of unity in Holland over the last few months, and that this event is probably the biggest event you have ever had to push back against this globalist takeover, especially of your food supplies. I know that activists and farmers have come together for the first time ever, and you are showing the whole world and the whole freedom movement that we can unite no matter what. Because I believe the only thing that will stop us from beating this evil is lack of unity. And you have shown the whole world today that we can put aside our differences and unite under our common enemy, which is globalism. I know for a fact that the Dutch blood is so strong and so persistent because I know Dutch people. My father, my uncles, my oma, they are some of the most persistent and strong people I've ever met in my whole life. And I know that that is the Dutch blood running through their veins. I know that you will not let yourselves down, or each other, or the rest of the world. I'm sorry, but we need you. We need you to stay strong. Even when it's hard, know that Australia supports you. Even though we can't be there with you, we are praying for you. We are emotionally and mentally supporting you as much as we can. We are doing everything we can from so far away. And know that everything that you do to fight back for your own country is going to help the whole world. I know that the Dutch people have balls. They've got guts, just like the farmer said, just like Pete Posma said in your promotional video. You've got balls and you're not going to let anyone stop you. And I know that about you. Please don't forget it, because we all need you and we are all praying for you.
And thank you for being, for uniting and showing the rest of us around the world that we can unite no matter what. Because this battle is going to be a hard one. But I know that you are going to win. It might not be straight away. It might not be soon. But you will win. Because no one can take away from you what you do not give them. We have to say no, no matter what. And when the battle comes to our doorstep, I promise you, we will do the same thing. And as a global movement, we are all not going to give our compliance. The globalists, they need us to say yes. They need us to step aside for them to achieve their goals. We aren't going to do that. So we don't have to be scared anymore, because it doesn't matter what they do. We will not comply. And together, as we grow stronger and stronger, whatever they try to do, they won't be able to do, because you and I and the rest of us, we're not gonna take it. So thank you for today. Thank you for standing up. And the world is watching you, and I believe in every single one of you. Thank you for letting me speak on this historic day, and enjoy the rest of the day. Thank you so much. God bless you. And Australia is praying for you every step of the way. Ja, dames en heren, was duidelijk niet een Europarlementariër uit Duitsland, hè? Dat had u gemerkt. Dus daar ging even iets mis. Maar maakt niet uit. Dat was Monica Smit. Zij komt uit Australië en heeft Nederlandse roots. En zo ziet u maar weer dat wij een inspiratiebron zijn voor het verzet over de hele wereld. Niet alleen via Eva's tweets en haar aanwezigheid op de buitenlandse zenders. Maar uw aanwezigheid hier is een inspiratie voor iedereen in de hele wereld. Dit gaat de hele wereld over. Dit komt op internet. Rebel News is hier, heb ik begrepen. Ons geluid gaat de grens over en inspireert anderen om op te staan. Want dit globalisme is niet beperkt tot Nederland. Ja, ze zijn overal bezig dezelfde strontkar leeg te rijden. Oké, tijd voor wat muziek. Heb je dat goed begrepen? Nee, George, ik heb nog één huishoudelijke mededeling. De waterkanonnen zijn onderweg. Hey, ik ben alleen vergeten te zeggen dat ze op weg zijn naar Extinction Rebellion op de A12. Oké, tijd voor muziekje en neem even wat te drinken. Zijn we straks weer terug. Ik hoor net onbevestigd bericht, maar dat de blauwharige linksies, de lopen jongens en meisjes van Kaag, inmiddels zeiknat zijn. Yeah! Oké, er is meer bijval vanuit het buitenland. Jos gaat zometeen Stefan introduceren, die komt uit Polen. Stefan spreekt zijn eigen taal en Jos zal het vertalen voor jullie. Dus vandaar dat het een beetje anders is dan anders. Jos? Ja, ik wil jullie voorstellen aan Stefan Wojciech. Hij is speciaal uit Polen gekomen om een paar mooie woorden naar jullie toe te spreken. Stefan spreekt niet alleen voor jullie, maar die spreekt ook voor zijn Poolse mensen in Nederland. Po raz pierwszy przyjechałem do pracy w Holandii w 1995 roku. Miałem wtedy 13 lat. In 1995 kwam ik voor het eerst in Nederland werken. Ik was 13 jaar oud. Wszyscy w Polsce mieliśmy wówczas niewiele. Podnosiliśmy się gospodarczo. We hadden allemaal heel weinig in Polen. Waar we groeiden economisch. Pamiętam, że dla nas w Polsce takie kraje jak Holandia były wzorem. Ik herinner me dat landen als Nederland het rolmodel waren voor ons allemaal in Polen. Chcieliśmy takiej samej nowoczesności, rozwoju i systemów pracy. We wilden dezelfde moderniteit, ontwikkelingen en werksystemen als in Nederland. Patrzyliśmy w waszą stronę tak jak wy dzisiaj. Wij willen, net als jullie, organisatorisch klaar zijn voor de strijd. Myślę, że nie powinniśmy jednak być w tej walce sami. Wiem, że potrzeba nam wspólnego europejskiego przebudzenia. Ik denk echt niet dat we alleen moeten staan in deze strijd. Het wordt tijd dat we gemeenschappelijk in heel Europa wakker worden. Bo te ich polityczne wymysły i kłamstwa są czymś więcej niż tylko pomysłem na politykę.
omdat die politieke uitvindingen en leugens enkel voor de politiek zijn. To jest zorganizowana inżynieria społeczna, która ma zrobić z Europy trzeci świat. Het is georganiseerde social engineering om van Europa een derde wereldland te maken. Ale czy my na to pozwolimy? Czy będziemy się temu przyglądać? Walczyć w pojedynkę? Maar zullen we toestaan? Gaan we hier met z'n allen naar staan kijken? Of gaan we vechten? Nie! Europejscy rolnicy muszą się zjednoczyć. Już zaczęliśmy to robić wspólnie. Tworzymy platformę wspólnego europejskiego rolnictwa i United Agri. Bo wszędzie problemy są takie same. W całej Europie. Nee! Wij gaan ons verenigen. De Europese boeren moeten zich verenigen. En we zijn er al mee begonnen door samen E-United Agri Platform for All European United Farmers Agriculture op te richten. Want de problemen zijn overal in Europa exact gelijk. Chcemy normalności. Pamiętajcie, że Europa na was patrzy. Wij willen normaliteit. En vergeet niet dat heel Europa naar Nederland kijkt. Wasza walka o wolność, o własność, o bezpieczeństwo żywnościowe jest znów dla nas wzorem. Uw strijd voor eigendom, vrijheid en voedselzekerheid is vandaag weer een gigantisch voorbeeld voor ons. Znów na was spoglądamy. Dzięki wam. We kijken weer naar jullie uit. Dankzij jullie allemaal hier. Bedankt. Dank u, Stefan. Dank je wel. Thank you very much. Wat spreek je goed Pools, jongen? Ja, ik speelde een klein beetje vals. Ja? Oh, ik dacht alle boeren in één keer heel goed Pools vragen. Maar... Nee, ik kan alleen Dobra. Ik ken alleen Pio. Oké, lieve mensen. U weet dat, want dat is zo, dat er in Groningen heel veel gas in de grond zit. En dat halen wij al decennia lang uit die grond. En daar worden wij allemaal heel rijk van. Althans, daar wordt Den Haag heel rijk van. Wij zien daar vrij weinig van terug. Ja? Maar daar dichten ze allerlei gaten in de begroting mee, al sinds Den Uyl. We halen het geld uit de grond. En de mensen wiens huizen scheef komen te staan daar, die kapot gaan, de scheuren zitten in de woonkamer, iedere nacht trilt het bed, die laten we natuurlijk in de steek. Nou ja, zij laten ze in de steek. Den Haag treit dat die mensen ook al decennia. Er is nooit tijd voor een oplossing. Het is altijd afschuiven op de lange baan en mensen laten zitten met de ellende. Een van die mensen is vandaag hier om u te vertellen hoe dat gaat. Ze komt uit Groningen en ze ziet er... Moet je kijken, Henny, kom eens even. Hebben jullie al gezien hoe Henny eruit ziet? Die fantastisch. Kijk, wat een outfit. Hey! Dames en heren, Henny Klooster. Welkom. Ik ben gisteren gevraagd om te komen spreken. Ik zou eigenlijk naar een hengstershow. Er waren veel mensen gevraagd, maar veel Groningers durven niet. Omdat zij nog in procedure zitten en zijn bang dat dit in rechtszaken tegengebruikt wordt. Als kind leerde ik autorijden met mijn vader in een gele kever op de weg naar een gaslocatie aan het einde van onze straat. Wij wisten toen nog niet waar de Nederlandse economie en welvaart groot mee is geworden, zoveel schade en ellende en verdriet zou meebrengen. Een aantal mensen hadden een vooruitziende blik en gingen in protest bij de gaslocaties. Deze mensen werden toen constant opgepakt en vastgezet. Ik ben daarna verhuisd naar Noord-Holland en daar heb ik 20 jaar gewoond. 3,5 jaar geleden keerde ik terug naar Groningen, naar Appingedam. Bij een melkveehouder Henk op de boerderij ben ik gaan wonen. Henk heeft sinds 2014 schade aan zijn boerderij. In de boerderij zijn er stutten toegebracht. Henk had in 2019 een arbitragezaak over het bedrijfsgedeelte. Er was afgesproken dat Henk €93.000 zou ontvangen in een depot. We zijn nu 4 jaar verder, maar niemand van de NAM weet waar de €93.000 is.
Onze boerderij heeft een verhoogd risico P50. Dat houdt in dat de boel instort met een beving van 5. Dit is al een paar jaar bekend. Maar omdat onze boerderij in de bebouwde kom zit en als wij willen gaan versterken, dat houdt in veilig wonen, krijgen wij geen milieuvergunning meer. Er zijn inmiddels meer dan 50 deskundigen over de vloer geweest. De bedrijfsvoering van de boerderij lag inmiddels al bijna 9 jaar stil. Er was geen perspectief. Henk was de wanhoop nabij. Soms vroeg ik mij af als hij naar het land ging om de koeien te melken achter het spoor, of hij nog wel terugkwam. Ik heb hem dan ook gevraagd van, denk je er wel eens aan? Toen moest hij ook huilen. Iedere verjaardag of bijeenkomst, gesprek met buren. Het gaat over aardbevingsschade, wat nog steeds niet opgelost is. Er wordt zelfs op sommige feestjes afgesproken dat je daar niet meer over mag hebben. Ja? Of je hoort verhalen dat Pietje zoveel geld krijgt, Klaasje de buurman de helft minder. De verdeeldheid wordt goed gezaagd. Onderling krijgen mensen wrijving. Het ergste is nog dat het kabinet het nooit serieus heeft genomen. De Groningers zijn bewust verneukt en besodemieterd. Jarenlang door het schorremorrie in Den Haag. Dit bleek ook uit het rapport. Gisteren heeft Rutte gezegd als reden voor het uitblijven van een reactie op het rapport dat hij moe was vanwege zijn bezoek aan Oekraïne. Laat hem eerst die rotzooi die hij heeft achtergelaten in Nederland opruimen. De Groningers zijn al jarenlang moe. Ze zijn uitgeput en murf geslagen. Heel veel Groningers hebben gezondheidsklachten met als gevolg hartproblemen, depressiviteit en heeft vaak geleid tot zelfdodingen. Wopke Hoekstra wil een dorp adopteren in het buitenland. Laat hij eerst zorgen dat het hier op orde komt. Op dit moment hebben wij vooruitgang en perspectief qua oplossing voor de schadeafhandeling. Daar hebben wij voor moeten vechten. Dankzij media-aandacht en uiteindelijk de goede mensen van de AGO-tafel, provincie en gemeente gevonden te hebben. Zij zagen de noodzaak. Want Henk ging er aan onderdoor. En wij dus ook. We moeten voor de oplossing wel bijna 40% eigen bijdrage leveren. Maar het biedt ons weer perspectief. We kunnen weer boeren. Er zitten nog veel te veel Groningers in onzekerheid. En ik ben ook bang dat het niet zal gaan veranderen. Al het geld gaat op aan bureaucratie. Er gaat niets boven Groningen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan staan wij onderaan. Een aardbeving komt hard aan. Maar de behandeling van deze regering is pas echt schokkend. Geld is nooit een bezwaar, tenzij het over Groningen gaat. De armste provincie heeft gezorgd voor de grootste rijkdom hier in Nederland. De gaswinning leverde Nederland 428 miljard op. 24 februari, tijdens de presentatie van het rapport gaswinning, waarin we ook waren, hadden we een gesprek met D66-Kamerlid Fachel Boulakjar. Hij vertelde ons dat iedere inwoner van Saoedi-Arabië ook volgens hun eigen regering mag meeprofiteren van de olie. Waarom in Groningen niet? Rutte 4 maakt stelselmatig hele bevolkingsgroepen hier kapot in Nederland. De aardbevingsgedupeerden, de ouders van de toeslagenaffaire, de Limburgers en al onze boeren en onze vissers en onze burgers. Voor de twijfelaars en de mensen die nooit stemmen, kom 15 maart naar de stembus en stem ze weg. Met deze mensen aan het roer veroordelen wij onze kinderen en kleinkinderen tot aan de bedelstaf. Dat is niet wat ik wil voor de toekomst van het land. Echt lieve, lieve mensen. Ik ben 2 weken geleden oma geworden van een prachtige kleinkind. Haar naam is Machteld. Dat betekent strijder.
lijkt me met z'n allen gaan strijden. Ik ben Henny Klooster van Belang van Nederland en hoop dat je gaat stemmen. Stem op mij of op een van mijn collega's. Ook al stem je niet op mij, ga stemmen en stem ze weg. Yeah! Goed zo, Henny, dankjewel. Geweldig, geweldig. Het klopt, hè? Hoeveel miljard was het ook alweer? 428. 428 miljard hebben wij allemaal uit Groningen gekregen. En die paar rode rotzetten, die kunnen er niet af. Absoluut niet, volgens de regering. Klaar met die gasten. Wat gaan we woensdag doen? Stemmen. Wat gaan we met ze doen? Wegstemmen. Juist, stem ze weg. Henny, dankjewel. Oké, ik krijg net bericht dat het gefixt is en dat we nu iets kunnen horen van onze collega strijster uit Brussel, Christine Andersson. Non-violent resistance does resist. It is dynamically active. It is passive physically, but it is strongly active spiritually. Okay, so I just heard Tracy and Judy was filming now against her, but they're meeting youth and farmers in the Netherlands. So what I just wanted to say, you guys, you are absolutely fantastic. Keep on going, fight for your rights, and always know I'm supporting you and I'm with you all the way, every step of the way. You guys are even. And you have to support us. Thank you. Keep on going. Hide my freedom fighters wherever they are. Enough is enough. We're going Dutch. Dat was hem? Oké, mooi. Ik kan het niet zien, hè, van hier. Oké, dat was hem. Dames, dat was hem niet, hoor. We zijn bijna halverwege. En we zijn nog lang niet klaar met het kartel. Oké, tijd voor een beetje oef uit de ghetto. Deze jongen, ja, die geloofde erin. Die zat eigenlijk aan de linkerkant. Die geloofde in al die leugens van D66 en GroenLinks. Ging erin mee. Dacht dat als je daar niet in meeging, dat je dan een slecht persoon was. En toen werd hij wakker. Toen vielen we hem de schellen van de ogen. En hij is muziek gaan maken daarover. Dames en heren, misschien kent u hem. Rapper Kafka. Wat geweldig om jullie hier allemaal aanwezig te zien. Tijdens onze strijd voor vrijheid en waarheid. Strijders voor vrijheid, waarheid en gerechtigheid. Boeren, vissers. Dit kabinet, deze overheid is een ramp voor Nederland. Je hoort Rutte vaak zeggen, het is een gaaf land. We staan hoog op de lijstjes. Het gaat zo goed met de multinationals. Het volk ziet er alleen niks van terug. De toeslagenouders zien er niks van terug. En de ruim 2000 ontvoerde kinderen zien er niks van terug. Dat tuig moet opdonderen uit Den Haag. Sterker nog. 60% van de Nederlandse huishoudens heeft moeite met rondkomen. Moeite met het betalen van de huur, de energierekening, de crimineel hoge belastingen en accijnzen. En niet te vergeten de schreeuwend dure boodschappen. Het is genoeg! Er staan rijen. Historisch lange rijen voor de voedselbanken. Gaaf land, Mark. Gaaf land. Ondertussen jagen ze onze boeren van het land af.
Ze willen controle over de voedselindustrie door middel van globalistische food hubs. En het liefst willen ze dat we insecten en 3D geprint nepvlees eten. Maar dat gaan wij niet pikken! Wij willen dierlijke producten, landbouwproducten van onze boeren. De beste boeren ter wereld! De ramp van het neoliberalisme, gecombineerd met globalisme en cultuurmarxisme. Maar ze hebben een smoes voor hun eigen falen. Poetin is de schuldige. Poetin heeft het allemaal gedaan. En ondertussen verpatsen ze ons gas. Verkopen ze het voor spotprijzen aan het buitenland. Zijn ze zogenaamd onafhankelijk van Rusland en kopen ze het gas veel duurder in bij de Amerikanen. Criminelen zijn het! En ze blijven aansturen op oorlog. Ze sturen wapens. Ons geld. Tanks. F-16's. En het liefst sturen ze zelfs onze kinderen om te vechten in een oorlog die niet de onze is. Dit is niet onze oorlog! De indoctrinatie begint al vroeg. Op school. Met de intens zieke woke propaganda waarmee ze onze kinderen verwarren en traditionele families ondermijnen met fabels over non-binair, gendergechten en pedonormalisatie. We mogen dit nooit accepteren! Onze kinderen raken op jonge leeftijd al ernstig in de war. Onze kinderen horen te spelen, te schrijven, te lezen en ze horen te leren over onze geschiedenis, onze cultuur en onze geweldige boeren en vissers. Onze vijand zit niet in Rusland. Onze vijand zit hier. Dit kabinet. Onze vijand zit in Brussel, bij de EU, in Davos, bij het World Economic Forum. Maar wij zijn deze megalomane gekken spuug en spuug zat. We gaan dit niet langer pikken. Yeah. Klaar met de massa-immigratie. Klaar met woke en klaar met de boerenhaat. Wij zijn voor voldoende woningen voor onze eigen mensen. Voor het beschermen van onze kinderen. Voor onze cultuur. Lagere belastingen en meer geld voor onze eigen mensen. Vrede. We moeten strak controleren op fraude, maar desondanks is het tijd om dit criminele zooitje van Rutte tot Kaag, tot boerenhater Tjeerd de Groot, tot Jan Paternotte, Hugo de Jonge en stikstofminister Van der Wal weg te stemmen. 15 maart, stem ze weg! Hey Kafka, dit is de eerste rapper die ik heb gehoord die niet rapte. Volgende keer weer. Dankjewel, man. Dan wil ik nu jullie aandacht voor... We hebben een nieuw videootje. Dat is deze keer Jan Dijkgraaf. Wie kent niet het briefje van Jan? Ja, nu staat niet meer zo goed in de logo's. Goed. Jan Dijkgraaf, filmpje nu. Aan de boeren en burgers van Nederland. Beste mensen, normaal gesproken spreek ik jullie dagelijks schriftelijk toe via mijn website briefjevanjan.nl. Voor de goede zaak heb ik vandaag mijn haartjes gekamd, mijn tanden gepoetst en wat fatsoenlijks aangetrokken om jullie verbaal te kunnen toespreken. Van een scherm, want ik zit een weekje in het buitenland. Allemaal hopen ze dat jullie vandaag of de komende dagen in de fout gaan. De media. Die willen dolgraag beelden waarop jullie strafbare feiten plegen, zodat ze jullie kunnen tonen als domme tokkies. De ME'ers, die oefenen met hun lange latten en hun honden liever op echte mensen dan op stoffen poppen. De opiniepanels, die willen dat hun verzonnen steun voor boeren neemt af persberichtjes ietsje geloofwaardiger worden. De beroepsactivisten, die willen graag huilie-huilie doen over het feit dat jullie wel het verkeer mogen ontregelen en zij, altijd met
overheidsrepressie worden geconfronteerd. Die bleekscheetjes die regelmatig op de A12 gaan zitten met hun nauwelijks plakkende kleuterschoollijn, die willen het alleen recht hebben op actie voeren, omdat zij er als enige voor kunnen zorgen dat de aarde niet binnen 12 jaar vergaat. Maar wie het meest van al die groepen willen dat het hier vandaag of elders in het land volledig uit de hand loopt, zijn de politici. Jullie kunnen de politici van het partijkartel 4 dagen voor de verkiezingen geen groter plezier doen dan jullie gezond verstand verliezen. Dan gaan VVD, D66, CDA, ChristenUnie en PvdA en GroenLinks een meerderheid in de Eerste Kamer halen en denderen ze door. Vandaag, zaterdag 11 maart, is dan ook de één na belangrijkste dag van 2023. De allerbelangrijkste dag is woensdag 15 maart. Daarover van mij dus ook een paar woorden. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat een clusterfuck Rutte en Kaag van hebben gemaakt. Van de toeslagenaffaire tot de Groningers. Van de stikstofcrisis tot die klimaathysterie. Van de inflatie tot de overdracht van soevereiniteit aan Brussel. En van de asielcrisis tot de woningnood. En van de files voor de voedselbank tot de vrijheidsbeperkende maatregelen. Het is God geklaagd en het is niet de schuld van de politici. Nee, het is de schuld van maar één groep, de kiezers. Sorry, 2 groepen. De kiezers en de thuisblijvers. De kiezers, dat zijn de sukkels die nog altijd in meerderheid verkeerd stemmen, omdat ze na al die jaren nog altijd denken dat verkiezingsprogramma's en mooie praatjes serieus genomen moeten worden. En de thuisblijvers, dat zijn die sneuneuzen die altijd maar op de politiek lopen te kankeren, maar die te lui zijn om van het ooit zwaar bevochten kiesrecht gebruik te maken, of die denken dat ze het systeem wel kunnen fucken door lekker blanco of ongeldig te stemmen. Omdat jullie allemaal ongetwijfeld helemaal klaar zijn met die propaganda die het partijkartel en het mediakartel over jullie hebben uitgestrooid de afgelopen maanden, heb ik geprobeerd alles terug te brengen tot de kern. Ik heb een stemwijzer gemaakt en die werkt eigenlijk heel simpel. Wil jij dat Rutte en Kaag blijven regeren, ga dan niet stemmen, stem blanco of stem D66. Wil jij dat Rutte en Kaag blijven regeren en nog verder links afslaan, stem dan PvdA of GroenLinks. En wil je dat Rutte en Kaag een schop onder hun reet krijgen of tenminste gedwongen worden de goede kant op te bewegen, stem dan op een van de oppositiepartijen aan de gezond verstandkant van het politieke spectrum. In alfabetische volgorde zijn dat BBB, JA21 of de PVV. En als je per se christelijk wilt stemmen en die meloenenslikkers van de ChristenUnie zat bent, de SGP. Maar vooral, overtuig terecht in de politiek teleurgestelde familieleden, vrienden, collega's en buren die overwegen om hun stemrecht te verkwanselen ervan om wel te gaan stemmen. Desnoods door aan jullie een volmacht te geven. Want het is mijn heilige overtuiging dat we woensdag 15 maart de laatste kans hebben om Nederland te redden uit de klauwen van machtswellustelingen als Sigrid Kaag. Grijp de kiezer nu niet in, dan zijn we reddeloos verloren. En dat is dan onze eigen schuld. Ga stemmen en stem ze weg. Groet Jan Dijk. Ja, dankjewel Jan Dijk. Niet helemaal mijn smaak, maar mag bij mij wel iets meer van een randje op hoor, hè Jan? Maar toch bedankt. De volgende persoon die ik mag introduceren, die ken ik vrij goed. Heel vaak met hem in parken en pleinen staan schreeuwen voor de vrijheid. Hij doet het al heel lang. Als ik hem met één woord zou moeten omschrijven, dan is hij fanatiek. Ja, dat is het beste woord voor hem. Hij is klaar met het regime Rutte, zoals hij dat zelf noemt. Klaar met 12, nu 13 jaar wanbeleid. De oprichter en de leider van Nederland in Verzet, Michel Reijnga. Den Haag, een hele goede middag. Om te beginnen ga ik even beginnen met Farmers Defence Force. En dan vooral initiatiefnemer Mark van den Oever bedanken. Want je moet het maar doen, je moet het maar durven en dan weer half Nederland over je heen krijgen van dit is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed.
Maar mag ik een heel groot applaus voor Farmers Defense Force. En dan nooit meer zeggen dat Nederland in verzet of Samen voor Nederland commercieel is. Dit is commercieel, maar het is nodig. Dat wou ik er even achteraan gezegd hebben. We gaan beginnen. Mag ik iets meer monitor, alstublieft, dat ik mezelf wat beter hoor? Beste boeren, burgers en buitenlui. En zijn er ook wappies? Fijn, dank jullie wel. De boeren weer op pad. De burgers weer de straat op. Het is een schande dat jullie hier allemaal wederom staan en ten strijde moeten trekken. In 2018 trok ik voor het eerst aan de bel. Het sluiten van het ziekenhuis sloot de vaart in Amsterdam, terwijl er overal wachtlijsten stonden. En toen dacht ik, het klopt niet. Zelfs vorige week deed minister Kuipers nog doen besluiten ziekenhuizen te sluiten. Kinder, hart, gespecialiseerde ziekenhuizen. Uit besparing. Onder de noemer, we hebben niet genoeg mensen. Maar het is een andere agenda. Het is bizar. Nederland heeft een tekort aan zorgbedden. Nederland heeft een tekort aan zorgmedewerkers. En juist uitbreiding zou nodig zijn. Maar dit kabinet kiest voor afbraakbeleid. Op alle fronten. In 2020 startte de corona-ellende en kwam de toeslagenaffaire aan het licht. Weer ging men uit protest de straat op. En gelukkig, het protest groeide en groeide. En zie ook hier weer het massale resultaat. Na aanleiding van de toeslagenaffaire stapte kabinet Rutte op. Wel nadat ze nog even anderhalf jaar demissionair verder gegaan zijn. Ze stapte op, stelde zich weer verkiesbaar en gingen vrolijk verder. En is de toeslagenaffaire nu opgelost? Nee, misschien in 2025. En de afgelopen week vertelde Mark dat hij bezig is met het rapport van Groningen. En misschien in 2025 dat hij met een antwoord komt. Regime Rutte sloopt Nederland. In 2021 waren naast Mark Rutte en Sigrid Kaag onder andere Grapperhaus en de jongen de sloopkogels. Nu heeft men Alien, Ernst Kuiper, Smurfin, Christine van der Wal, Supertrol, Jan Paternotte en drammertje Tjeerd de Groot ernstig actief gemaakt. Vooral dat laatste gaat over stikstof. Stikstof, beste mensen, het is een hoax. Daar kan en mag je niet over onderhandelen. Onderhandelen van een hoax is erkennen. Erkennen is wanbeleid. En in 2022 werd de stikstofhoog pas echt opgeblazen. En het resultaat van 2022 is bekend. Massaal boerenprotest. Er zijn slechts enkele partijen die het stikstofprobleem niet erkennen. En er niet over willen onderhandelen. Neem deze tekst alstublieft mee in uw gedachten als u aanstaande woensdag gaat stemmen. En ga stemmen, want het is nodig. Stem ze weg. Niet stemmen staat gelijk aan het steunen van regime Rutte. En even ter info, de EU heeft niemand verplicht gesteld de stikstofcijfers bekend te maken. De EU heeft niemand verplicht gesteld het stikstofregime wat in Nederland gevoerd wordt uit te voeren. Regime Rutte wil gewoon het braafste jongetje van de klas zijn. En dit moet stoppen. Het is tijd om puin te ruimen in Den Haag.
De resultaten bij de Provinciale Statenverkiezingen voor aanstaande woensdag zullen zichtbaar zijn. En geloof me, het roer moet en het roer gaat om. En niet alleen in de Eerste Kamer. Boeren en burgers aan de macht. Want mensen, we hebben het al zo vaak geschreeuwd. Wij zijn Nederland! Beste mensen, nog nooit had Nederland zoveel voedselbanken. Nederland ondersteunt regelmatig het armoedeproject van Camille van den Burgt, die hier eerder al op het podium sprak. Kleine kinderen zonder ontbijt naar school. Camilla regelt ontbijt voor de kids. Maar moet Camilla dit doen? Of is het een taak van de overheid? De roverheid faalt al jaren. Camilla, ik hoop dat je me hoort. Nogmaals dank voor al je inzet voor deze mensen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben er nog nooit zoveel mensen onder de armoedegrens geleefd. Nog nooit had Nederland zoveel voedselbanken. Maar dit jaar gaat er 3,5 miljard naar de Oekraïne. En dan de kosten van de immigratie. Het is bizar. Mijn boer, bakker, visser en dus de Nederlandse burgers kunnen stikken. Regime Rutte sloopt Nederland. Mark is hard op weg naar een Europese, dan wel World Economic Forum functie. En dan is de weg vrij voor een echte drama. Sigrid Alkak Kaag. Dit moet stoppen. Ik raak hem niet aan, dus bij mij zit de storing niet. Dit moet stoppen. Woensdag kunnen we met z'n allen starten. Stem ze weg. Stem op de oppositie. Laat de aftakeling van het regime beginnen. 13 jaar wanbeleid is te lang. Veel te lang. Zoals ze afgelopen week ook in de Tweede Kamer zongen. Het duurt te lang. Laten we dit wanbeleid een halt toeroepen. Een definitieve slachting zal plaatsvinden bij de... Ik ben er bijna. Een definitieve slachting zal plaatsvinden... Juist. Een definitieve slachting zal plaatsvinden bij de latere landelijke verkiezingen. Helaas moeten we daar nog even op wachten. Rutte exit en wij nexit. Beste boeren, beste burgers, beste wappies, beste buitenlui. Wij zijn Nederland en stem ze weg! Dankjewel! Stem ze weg! Ries! Sorry. Dankjewel, Michel Reinga. Jos, kun je ons vertellen wie eraan komt? Ja, ik heb de eer om nu Nienke Koopmans en Wibren van Haga op te roepen voor het podium. En Nienke is van dag 1 een strijder aan het front voor de agrarische sector. Zelf melkveehouder in hart en nieren. En ik vind het prachtig dat je hier bent, Nienke. En geef ze van katoen in Den Haag. En dan hebben we Wibren. Laatst zat ik bij Wibren op het kantoor. En toen werd er gesproken over dat sommige mensen in Nederland een probleem hebben met het feit dat Wibren een succesvolle onderneming runt. Dat Wibren panden heeft, dat Wibren geld verdient. Maar wat mij opvalt, dat Wibren hetzelfde gevoel had wat mij bekroop. De Jesse Klavers van Nederland, de Rob Jettes van Nederland, hebben voordat ze de politiek ingaan nog nooit één slag werk uitgevreden. Dat was mijn tekst. Ze hebben geen onderneming, ze hebben geen geld, ze zijn enkel uit op macht. Ze zijn door de politiek iets, maar wat mij betreft zijn ze vanaf volgende week niets. Wibren, aan jou de staat. Dankjewel, en ik ben ontzettend trots op jullie dat jullie hier met z'n allen zijn. Dus laten we beginnen met een applaus voor jezelf. Fantastisch hier. Hey! En ik ben ook heel erg trots dat ik hier sta met Nienke Koopmans. Staat op de lijst in Friesland. Voor BVNL, we zijn een partij van ondernemers, voor ondernemers, van hardwerkende mensen. En trouwens, degene die hier net stond,
Patrick Schilder, visser, wat eigenlijk ook een BVNL jasje aan moet hebben. Want hij is een van die vissers die stand houdt tegen dit ordinaire regime. Dat blijft hakken op ondernemers, op boeren en op vissers. Maar in wat voor land zijn we terechtgekomen? Een land waarin de tandem Rutte Kagen ervoor zorgt dat ouderen hun gasrekening niet meer kunnen betalen. En onderkoeld het ziekenhuis worden ingereden. Een land waarin boeren niet meer weten of ze hun boerderij kunnen overdragen op hun kinderen. Een land waarin vissers niet meer vissen. Alle visafslagen in Nederland zijn gewoon weg. Het is afgelopen. En hoe komt dit? Het komt omdat we midden in een collectivistische, marxistische, Mark Rutte, psychicaal revolutie zitten. Het is een omslag van het oude kapitalisme naar het collectivisme. En dat is niet iets waar we in willen zitten. Want wij zijn allemaal hardwerkende, normale mensen die normaal gezin willen hebben. En we zitten met een overheid die dader is geworden. En we hebben dat voor het eerst gezien in coronatijd. En wat staan we hier heerlijk dicht naast elkaar. We mogen elkaar weer handen geven, we mogen weer zoenen, we mogen een keer in ons blootje naast elkaar liggen. We mogen weer op bezoek bij opa en oma. Je mag je hond weer uitlaten na 9 uur. Allemaal heel erg blij. Zijn we er blij mee of niet? Het is toch volslagen idioot dat we het zover hebben laten komen. Als je eraan terugdenkt, dit is totaal onwerkelijk. Maar die overheid die is dader geworden. En het was niet alleen coronatijd. Het was ook in de toeslagenaffaire. Tienduizenden gezinnen die kapot zijn gemaakt door deze overheid. En het gaat maar door. Het is niet het enige onrecht. Bij de toeslagenaffaire zijn er 2000 kinderen uit huis geplaatst. Deze gigantisch probleem in de jeugdzorg. En ik moet de moeders bedanken, want die waren ook in coronatijd de eerste die opstonden. De eerste die wakker waren. En de moeders, ik hoop dat er hier heel veel moeders aanwezig zijn. De moeders maken altijd het verschil. Ik zie daar een moeder. Dankjewel. Als wij wakker blijven, dan kunnen we deze collectivistische revolutie kunnen we weerstaan. En het moet veranderen. Want we hebben het laten gebeuren en de schuld ligt bij mij en de schuld ligt bij jullie. Want wij zijn allemaal hardwerkende mensen, maar we hebben verzuimd om mee te doen. We hebben de democratie aan zijn lot overgelaten en we hebben niet onze sociale dienst dicht gedaan. We hebben niet meegedaan. We hebben de bal totaal laten vallen en we moeten dat weer terug gaan pakken. Want op dit moment zitten er allerlei mensen in het kabinet die nog nooit een baan hebben gehad. Dus de Kajsa Ollengren is minister van Defensie. Die weet het verschil niet tussen een sergeant en een majoor. We hebben een minister van stikstof. Die denkt dat stikstof een stof is waar je van gaat stikken. We hebben een minister van Justitie. Die geen rechten heeft gestudeerd. En we hebben uiteindelijk een minister-president die er al 12 jaar zit. Die geschiedenis heeft gestudeerd. En de geschiedenisboekjes in moet gaan. Nou, nu mogen jullie even lachen hoor. Dat is bedoeld als een grap. En het hele Tweede Kamer zit vol met mensen die ook niet vroeg in bed uitgaan zoals jullie. Dat zijn gewoon allemaal mensen die door Geert Wilders, die hier net was, tassendragers worden genoemd. En dat zijn ze ook. Ze studeren af, ze gaan een tas dragen, ze worden persoonlijk medewerker en dan worden ze beleidsmedewerker. En dan worden ze Kamerlid en dan gaan ze jullie vertellen dat je geen biefstuk meer mag eten, dat je niet mag vissen, niet meer mag boeren, dat je je eigen pensioen niet meer mag opbouwen, want dan moeten wij allemaal als ondernemer. En daar gaat het mis. Dus laten we in godsnaam op 15 maart gaan stemmen. We hebben nog maar een paar dagen. Stem ze weg. Stem in ieder geval niet op al die partijen die hier staan. De VVD, D66, CDA, ChristenUnie. Maar eigenlijk vind ik dat niet eens de ergste. De ergste zitten aan de andere kant. Dat zijn de Partij van de Arbeid en GroenLinks. GroenLinks is helemaal niet groen. En het is helemaal niet links. Het zijn de oude communisten, maar onder een andere naam. Dus stem ze weg op 15 maart. Stem BVNL in het belang van Nederland. En nu hebben we Nienke Koopmans. Boer, 80 koeien. Dankjewel, Wieberen. Nou, zoals Wieberen al zegt, ik ben boer. En het liefste wat ik doe is koeien melken. En eigenlijk, ik sta nu op een lijst voor BVNL. Eigenlijk
Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon thuis zijn met ons bedrijf. Maar dat gaat gewoon helemaal verkeerd op deze manier. Maar weten jullie wat het is? Het zijn onze bedrijven, maar het is jullie voedsel wat we je afnemen. En als je nou op één manier op een knieën wilt krijgen, als je je vrijheid af wilt nemen, dan pakken ze je je voedsel af. En daar zijn ze mee bezig. Want ze laten steeds meer mensen Nederland in. Het land loopt helemaal vol. En aan de andere kant jagen ze de boeren met tienduizenden gelijk, pakken ze gewoon de bedrijven af, maken ze het werk onmogelijk. Dat gaat echt niet goed, maar het is er maar één ding bedoeld. Vrijheid afpakken en jullie op je knieën krijgen. Dus, nou, jullie hebben Wiebren net horen praten. Ik zeg, ik heb helemaal geen zin in de politiek. Hij zei, je moet het doen. Wiebren wil mensen op de lijst die het werk gaan doen, die ook echt met de modders in de klei of met de voeten in de klei staan. Dus ik ga het doen en ik zou jullie ook allemaal oproepen. Verzet je, bemoei je met de politiek en denk niet dat het allemaal wel goed komt omdat je nu een goed gevulde maag hebt, want het komt niet goed. Nou, aan jullie zal het niet liggen, want jullie zijn hier allemaal. Dus aanstaande woensdag, inderdaad, stem ze weg en stem in het belang van Nederland. Stem BVNL, dank jullie wel. BVNL, bedankt. Dan komt nu René Staal. We gaan van de ene melkveehouder naar de andere melkveehouder. René is net zoals Nienke ook melkveehouder. Dat zit hem in het bloed. En bij FDF noemen we hem de Man of Steel. Hij is bekend van de vele vlogjes die hij de agrarische sector in slingert. En je hebt hem nou een keer live. Succes! Hey, dankjewel. Ten eerste wil ik eigenlijk even een applaus voor de organisatie. Want ik zag gisterochtend dat vlogje van Albert, toen had ik raak een beetje een harde hoofd in. Maar kijk eens even. Kijk eens even om je heen voor de geheim wat er hier staat. Ongelooflijk. Maar zijn jullie ook een beetje ontevreden? Yeah. Ja, zo'n vermoeden had ik al, ja. Als je een beetje om je heen kijkt in het land, het enige wat er afgelopen jaar is gegroeid, dat zijn de voedselbanken en de asielzoekerscentra. En dan weet ik niet of we daar nog heel gelukkig van moeten worden. Het is zeker ook voor de melkveehouderij, de sector waar ik hier eigenlijk een beetje voor sta. Het is een beetje de drie O's. Het is onzeker, onteigening, maar ook onbekwaam. Met de ministers Van der Wal, de minister van Stikstof, maar ook Staghouwer. Die hebben we maar eventjes gehad als minister van Landbouw. Maar wat die man in een korte tijd kan verkloten, dat is niet best. De dwangsommen die bepaalde veehouders in Overijssel hebben gehad, daar word je ook niet vrolijk van. De pasmelders die al jaren in afwachting zitten, in onzekerheid. De banken, voorheen kon altijd alles. En nu, alweer een bedrijf overnemen of overdragen van vader op zoon. Nou, moeilijk. Nee. Investeringen, financieringen. Het wordt allemaal, wordt allemaal een stuk ingewikkelder. Terwijl dat hele agrarische sector, die staat gewoon bekend om het rentmeesterschap. Jaren is het land opgebouwd en doorgegeven van vader op zoon of een andere medewerker die in het bedrijf zat. Dat lijkt allemaal wel een beetje in de doofpot te verdwijnen. Dan hebben we ook nog zoveel gezeik door de derogatie. De derogatie dreigt af te, of dreigt, de derogatie wordt gewoon afgebouwd. Het wordt gewoon terug naar één koe per hectare, terwijl die grond die zo onbetaalbaar duur is. En hoe komt dat? Hoe dat gewoon komt? Door echt cijfers zijn er naar Brussel gegaan die nergens over gingen. Die cijfers van die waterkwaliteit, nou, dat was echt gewoon. Ja, dat sloeg helemaal nergens op. Dan gaan ze stikstof meten in het water. Terwijl dat het met 5 milligram stikstof bij Lobit stroomt de Rijn het land in. En de norm voor Nederland is 2. Het komt gewoon te hoog binnen. Er klopt geen zak van. We worden ook nog steeds om de oren geslagen dat de veehouderij die vervuilt het water. Terwijl dat, al gaan ze echt monsters nemen van het water, dan blijkt dus dat de meeste drugs en medicijnresten in het water zitten rond de steden. De productie van voedsel in Nederland, dat wordt steeds lastiger. We doen wel ons best, maar het is gewoon vechten tegen de bierkaai.
En het ergste is eigenlijk ook gewoon... we horen steeds maar... Ja, maar wat jullie bezig zijn... Jullie produceren alleen maar voor de export. Dat heet gewoon handel. Daar is Nederland groot mee geworden. Dat deden we honderden jaren terug al. De VOC-tijd was er al handel en export. En dat doen we nu nog steeds. Alleen nu opeens worden we mee om de oren geslagen. En het is hier vanmorgen al vaker genoemd. Op calorieniveau is Nederland niet eens zelfvoorzienend. Dus op het moment dat ze nog meer in de agrarische sector gaan zitten snijden... Ja, dan moet er of nog veel meer geïmporteerd worden... of er komt gewoon honger. De arme delen van de wereld, onder de evenaar zeg maar... is de grond, het klimaat en de kennis niet aanwezig om voldoende voedsel te produceren. Dus wat er hier in Nederland geproduceerd wordt, ja, gaat ook een deel van daar naartoe. Maar op het moment dat die wegvalt, die export, die handel waar ik het net over had... dan komt er een enorme verschuiving. Een nog grotere migrantenstroom als dat we nu al hebben. Dan moet je je afvragen of je dat wil, of je daar blij mee wordt. Dus, ik ga met jou afronden. Ik zal het kort houden. Voor aankomende week moet er dus gestemd worden. Nou, er is vandaag al 100 keer door die microfoon gegaan, stem ze weg. Maar ik geef jullie eigenlijk ook gewoon allemaal een opdracht mee. Ga om je heen mensen ronselen die niet gingen stemmen. Of die gaan stemmen op een partij waar we eigenlijk niet zo heel gelukkig van worden. Probeer ze om te halen. Ik hoef jullie hier vandaag niet om te halen, anders stond je hier niet. Probeer ze om te halen van ga stemmen. En als ze dan stemmen, doe het dan op een van de partijen die hier vandaag bijvoorbeeld aanwezig zijn. Daar schiet het tenminste wat mee op. Dankjewel. Dankjewel, René. Graag gedaan. Bedankt, René. Ik heb even een paar huishoudelijke mededelingen voor ik naar de volgende spreker ga. Er is iemand zijn OV-chipkaart kwijt. Meneer Van Stralen mag zich even hier melden. Dan heb ik hem voor je. En er zijn wat mensen naar mij toegekomen die zeiden: George, wanneer begint de mars? Want voor de coronademonstranten onder u. Het is gebruikelijk dat we op een gegeven moment gaan lopen en een rondje Jericho doen, zoals ik dat altijd noem. Maar het is vandaag niet. De mars is woensdag. Woensdag gaan we naar de stembus, doe het briefje erin en als je het zo laat vallen, dan hoor je... Weg met het kartel. Oké, tijd voor de volgende spreker. Iemand voor wie de strijd niet vreemd is. Iemand die eigenlijk altijd op de frontlinie te vinden is geweest. En ook in deze strijd zit hij aan de frontlinie. Hij ging in 91 naar Kuwait en Irak. Hij is in Afghanistan geweest, in Syrië. Heeft overal waar de pleuris uitbrak verslag gedaan. En dat deed hij nooit, zogenaamd embedded. Dus met de strijdende partijen mee, met een van de strijdende partijen mee. Dat deed hij altijd zelfstandig. En vaak nam hij op het vliegveld afscheid van zijn andere Nederlandse collega's van de journalistiek. Die durfden niet. Die durfden niet op eigen houtje naar heen te gaan. Hij zit niet meer in de woestijn op de achterbankjes van een taxi te filmen hoe de bommen vallen. Hij zit nu hier in Nederland en strijdt de informatiestrijd. De volgende man is mij nauw aan het hart. Hij is zijn eigen omroep gestart en ook die wordt natuurlijk gecanceld. Dat proberen ze, maar ze krijgen ons er niet onder. Dames en heren, de voorzitter van Ongehoord Nederland, Arnold Karskens. Ja. Ik vraag toch maar eventjes, kijken jullie allemaal Ongehoord Nieuws? Yeah! Dat hoor ik heel erg graag. En blijf vooral kijken, want het is een ongelooflijk belangrijk geluid in deze tijd. Ja, oké. Nog een keer herhalen. Het is een hele belangrijke strijd in deze tijd. Oké. Ik zeg, beste boeren, ja en ook beste buren, want hier spreekt een boerenzoon uit de Beemster. Ik ben een boerenzoon en ik kom uit de Beemster, die prachtige polder. Iemand die koeien kan melken met de hand en met een machine. En ik weet wat schapen en ik weet wat hooien betekent. En dus als iemand weet wat alle boeren in Nederland beweegt, nou, dan ben ik het wel.
Ik ben ook opgegroeid met een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. En de stedelingen die in de hongerwinter kwamen naar de boeren. He? Want zonder de Nederlandse boeren waren er miljoenen Nederlanders verhongerd in de Tweede Wereldoorlog. En laten we dit dus absoluut nooit vergeten. Voedsel komt niet uit de fabriek. Eten komt van een boer. En dat zijn mensen. Ik weet het uit eigen ervaring. Die vroeg opstaan en 7 dagen per week werken. En wat is nu hun lot? He? Ze worden nu uitgespuugd. En willen we dat met z'n allen? Willen we dat de boeren worden uitgespuugd? Nee, dat willen we met z'n allen niet. En daarom staan we ook hier. Maar dit kabinet Rutte wil oorlog. Ja, u hoort het goed. Oorlog. Oorlog tegen de werkende mensen van dit land. Tegen boeren die ons eten verzorgen. Een regering die het niet uitmaakt dat Nederlanders ooit opnieuw de hongersnood zullen kennen. En waarom niet? Omdat deze regering de bevolking niet interesseert. Rutte is bezig met een baantje in Brussel. En hij zal er alles aan doen om die baan te krijgen. Hij heeft geen kinderen. Dus de toekomst van Nederland interesseert hem niet. En die interesseert ons natuurlijk wel. Als oud-oorlogsverslaggever bezocht ik 40 jaar lang fronten over de hele wereld. En ik weet 2 hele belangrijke dingen. Een regering spaart geen leugen om het tot een oorlog te laten komen. Of het nu tegen Irak is of tegen de Nederlandse boeren. Ze zal alle middelen inzetten. En 2, de mainstream media zullen de regering altijd helpen. Geloof ze dus niet, lees daarom de alternatieve kranten en kijk naar programma's als Ongehoord Nieuws. Woensdag 15 september kunnen we met z'n allen een eerste stap zetten. De stem ze weg, stem voor een partij die Nederland en dus de boeren voorop zet. En hoe kunnen we verder winnen? Nou, door 2 regels die gelden in iedere rechtvaardige strijd, in iedere oorlog. Laat elkaar niet los. Steun elkaar waar mogelijk. Vorm een breed front, niet alleen van boeren, maar ook van vissers, toeslagenouders, middenstanders, studenten en bejaarden. En 2, het allerbelangrijkste mensen, en jullie zijn hier gelukkig allemaal vertegenwoordigd, wees niet bang. De overmacht aan politie, zelfs Duitse waterwerpers, is bluf. Tegen een verenigd volk is geen regering opgewassen. Geef de strijd nooit op. Miljoenen Nederlanders zijn u dankbaar. Succes! Dank u, Arnold. Altijd strijdbaar. Oké, hoe is het tijd voor muziek? We zijn hier in Den Haag. En uit Den Haag komt de volgende band. Heb iemand wel eens gehoord van het nummer Vuile Hagelaar? Oké, hier zijn ze, de Outsiders.
Yes! Woo! Klein stukje kamermuziek anno 2023. Oké. Okay. Oké, jongens, ja, dat is heel mooi, hè? Dat vind ik heel mooi. A cappella, fantastisch, fantastisch. Wat een harmonie. De volgende dame die ik mag introduceren, voelt ook de pijn van het beleid. Ze probeert de broodjeszaak te runnen. Lekkere broodjes, croissantjes, dat je even kan ontspannen tussen het winkelen door. Onderneemster, middenstandster, wordt kapot gemaakt. De energierekening is voor 7- of 8-voudig. Dus je moet je voorstellen, als je ondernemer bent, dat je 4000 euro per jaar betaalt, dat je in één keer 28.000 euro mag neertellen. Voor precies hetzelfde. Ja. En dat kan je niet meer verwerken in de prijs van een broodje. Dan moet een witbrood 12 euro gaan kosten. Dan moet een croissant 32 euro gaan kosten. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dit is hoe debiel ze het willen. Want ze willen ons kapot maken. Ja? En als we blut zijn, dan zijn we sneller kapot. Maar dat pikken wij niet. En Evelien ook niet. Ze is hier. Evelien Strikker. Ik schrik een beetje. Wat een mensen zeg. Wat gaaf dit. Om dit te zien. Dat had ik niet voor hoog gehouden. Ik kwam Den Haag inrijden. En ik vond het eigenlijk redelijk rustig. Dus ik dacht, mijn god, wat is hier aan de hand? Maar het is wel heel gaaf om te zien. Ik ben inderdaad Evelien. Ben ik een beetje te verstaan? Ja! Oké, heel goed. Dat is ook de bedoeling. Ik ben Evelien, ik ben ondernemer, al 32 jaar. En we hebben een bakkerij, een aantal winkels gehad. En toen wij begonnen, was het gruwelijk zwaar. De rente was over de 11%. Dus we werkten ons de blubber om dat pand maar af te kunnen betalen. Want we hadden dat bakkerijpand gekocht. Dat was niet makkelijk. En inmiddels was het een stuk beter. Want de rente is enorm naar beneden gegaan. En ik ben inmiddels bijna 55, mijn man ook. Dus dit was het punt waarop we gezorgd hadden dat we alles hadden afbetaald. En toen kwam dit. Toen begon dit gezeik. En ik had al heel gauw door dat hier heel veel dingen niet klopten. Vanaf dag 1 dat ik dat hoofd van Rutte bij de persconferentie 2020 uit mijn hoofd op 16 maart zag, dacht ik, dit is niet pluis. Dit gaat echt helemaal de verkeerde kant op. Mijn partner was op dat moment niet wakker. Ik riep gelijk, Peter, we moeten er vanaf. We moeten van dat bedrijf af, want dit gaat echt niet goed komen. Ze willen de ondernemers kapot hebben. Nou, dat was een behoorlijke weg die ik bewandeld heb. Want we hebben van alles doorstaan. Het gezeik met die mondkapjes. Het gezeik met de QR-codes. En deze dame bleef staan. Iedere keer als ze mijn winkel dicht wilde gooien. Nou, wat lief dit. Dat ontroert. Iedere keer als ze mijn winkel dicht wilde gooien, mocht ik opnieuw bij de burgemeester komen praten. Weer een gesprek. En ik dacht, nee, je kan mij omlullen, maar je gaat mij niet omlullen. Ik ga door, want het klopt niet. Ik ben er helaas ook veel klanten door verloren. Dat moet ik wel zeggen. Maar daar zijn ook klanten voor teruggekomen. Want er zijn gewoon mensen die aan de andere kant van het land naar me toe komen om me te steunen. Nou, dat is niet iets wat je van tevoren bedenkt. Maar wel heel erg gaaf. Nu zitten we op het punt dat we aan de gas, we betaalden 2 jaar geleden nog aan gas, zo'n 2200 euro. Ik weet, dat klinkt als heel veel, maar jongens, het is een bakkerij. Dus die broden die worden gebakken op gas. Dus dat is gewoon een hoop geld. Nu zijn we gegaan, ja, hou je maar even vast. Althans, ik moet me altijd even vastpakken
om dat bedrag uit te spreken, naar 5300 euro. En dat moeten we met brood verdienen. Nou, ik kan je vertellen, het is nu dat we het pand afbetaald hebben, dat we dat kunnen betalen en dat ik daarnaast van allerlei andere dingen doe. Want anders was het gauw gedaan met bakkerij Strik. Hoe kut al, hoe naar ook. Wat leuk is dat zeker niet. Nee. Ik voel me wel heel erg gesteund op dit soort dagen, omdat ik dan voel dat er heel veel mensen zijn die er hetzelfde in staan als ik. Maar op het moment dat ik weer terug in mijn dorp ben vanavond, voel ik dat niet. En vind ik het heel vaak een hele lastige en eenzame strijd. Dus dit soort dingen wat we nu met elkaar doen, demonstraties, ik organiseer bij mij thuis, groepen. Het is zo nodig en zoek elkaar alsjeblieft zoveel mogelijk op. Want we hebben nog even te gaan. Maar misschien ook niet, hè? Het kan ook in één keer om. Het ligt aan ons. Het is namelijk zo dat als wij nu zorgen dat we in onze omgeving 5 mensen wakker maken. Of ja, wakker maken is misschien niet het goede woord. Maar wel bewust maken van wat hier gaande is. Dan krijg je net als een soort olievlek. Dan breidt het zich uit. En dat moet nog steeds gebeuren. Mensen moeten zich bewust gaan zijn van wat hier echt gaande is. Ik denk dat je goed moet nadenken waarop je gaat stemmen. Maar goed, daar hebben jullie vandaag al heel veel over gehoord volgens mij. Want daar ging het heel erg om. Maak een bewuste keus. Doe dat. En praat erover met elkaar. Wat is de beste keus? Lieve mensen, ik ga jullie niet te lang vermoeien. Maak er nog een hele mooie avond van. Aan het weer gaat het niet liggen, want daar is voor gezorgd. Er is een prachtige zon. En ik wil heel kort, want ik ben de initiatiefnemer met Annelies en Jeroen van de Doorpakkers, wil ik heel kort even benoemen. Want ik ben al jaren in strijd over onze belastingen. En dat wil ik toch heel kort even gezegd hebben. Dat klopt niet. 80% van wat wij betalen is niet traceerbaar. Realiseer je dat. Zoek het maar op de doorpakkers.nu. Dank jullie wel voor jullie tijd en aandacht. Evelien, ik wil jou bedanken en ik heb je verhaal aangehoord en het eerste wat bij me opkwam, ik ben zelf vleesveehouder en wij verkopen onze producten aan lokale ondernemers die met kleine slagerijen dat verkopen in de dorpen en die ervaren dezelfde ellende en strijd om proberen het hoofd boven water te houden, want het is gewoon niet meer te doen. Het hele MKB wordt door dit kabinet weggeveegd door Nederland en daar moeten we voor stemmen en daar moeten we tegen stemmen. Dankjewel! En dan krijgen we nu een motiverend filmpje wat afgelopen vrijdag op het internet circuleerde. En dat wijst ons eigenlijk op het feit dat jij zelf als persoon het verschil maakt. Niet de groep, jij maakt het verschil. U bent allemaal één, maar hier met z'n allen zijn we meer dan allemaal één. Hier met z'n allen kunnen we een vuist maken. Oké, we hebben live bezoek van mensen van heel ver weg. Dat zijn Chris en Jody en zij hebben de Fringe podcast. Dat is de zogenaamde Truth podcast. Beetje, ja, hoe zou ik het zeggen? Hangt een beetje in tussen Jensen en hoe heet die met het knotje? Hello from Canada. Forgive my English. We've only been here 2 days and my Dutch is not ready yet. So we're so honored to be here. Jody and I started working with the Dutch last year with their first protest. Jody was at the convoy in Ottawa. I helped out with the convoy. And when you needed help, our team went and helped your team and helped, and we got together and we started with unity. It starts with unity in our country, in your country, Canada and the Netherlands.
What happens here happens there. We need to work together. Not only that, our teams together went and helped Italy after that. And not only that, our teams together now work with an American team. And we've brought them here today with us as well. So now there are four countries that are working together. Because you know what? It's not your country. It's not our country. There are globalists. They're doing the same thing in every country. Rinse and repeat. And if we work together, we can figure it out and we can stop them. And that's why we're here today, to inspire you, because you inspire us. And we want to go back and inspire Canada with what you're doing here today. Trucker convoy, but we were fighting 2 years before that happened. But thankfully, the truckers, the politicians, the farmers, the doctors, the teachers, and the civilians all came together in Ottawa for 3 weeks, and we loved each other. We were united and we were harmonious. The utopian world does exist, can exist, and will exist again. After our government tore us down those two fateful days in February, 18th and 19th, I was one of the people at the front line. I got pepper sprayed, batoned, thrown off a wall. But you know what? They didn't break our spirit. We got back out there with our cameras and we showed you guys what to do and how to do it peacefully. And after that was done, I heard that the U.S. truckers were convoying all across America. So I drove my freedom van down to Maryland, Hagerstown, and I joined those truckers, and I drove all across the states and back again. And through that drive, I met the most amazing man, Randy Barber. And through that, we formed the North American Unity Tour, and we have been working together, forming border parties, exchanging flags. This man is now also decertifying the election in the United States. He is showing the corruption in the election, and he's going to help us all do it. This is the flag that is driven across America on his truck. And he has sent it here. He wanted me to give it to you guys, but I'm not giving it to you guys. Because this flag deserves to go to his children and his grandchildren. Because he has spent over a year driving all over the place, gathering evidence, knocking on American doors to find out who's really registered and who has false registrations. And because of that, we're going to see a lot of the corruption come crumbling down. And because he's showing us how to do it, we're going to show you how to do it. And our elections in the future are going to be without corruption. So we are having you sign this flag for Randy so I can take it back. So this flag has not only gone all over the United States, I have driven it around Canada, and now you guys here in the Netherlands are going to put your thanks to that man. Thank you for uniting with us. United, we stand. Divided, we fall, so we cannot let them divide us. We got this! We love you, Netherlands. Thank you. Thank you very much. Thanks. Thank you very much. That's great job. Great. Great. Thanks. Kunnen die Amerikanen altijd uitbundig zijn, hè? This one. Hey, maar nu hebben we nog meer Amerikanen en Canadezen. Use Holland Canadezen. Ja, Holland Canadezen. The Flying Dutchman, Ron. I'm the Flying Dutchman, guys. And I'm here. Hij doet samen met Bob Baker. Strijden ze al jaar en dag, zeg maar, in binnen- en buitenland voor wat er een wereldwijde beweging opstaat tegen de tirannie waar wij in Nederland ook mee te maken hebben. Absoluut. Geef ik je nou het woord? Nee, dan. Ja, nou ben je echt aan de beurt. Dankjewel. Yes. Hallo allemaal, ik ben Ron the Flying Dutchman. I am the Flying Dutchman. Ik ben vereerd van de vertegenwoordiger van de Freedom Convoy in Ottawa in Canada. Ik ben
ben opgegroeid hier in Nederland. In 1985 ben ik naar Canada gegaan. Vandaag sta ik hier als een eer voor deze lieve, vriendelijke mensen. Jullie zijn zo lief en zo vriendelijk. Ik kan wel huilen. Dankjewel! Sommige mensen zeiden tegen mij, wat kan Ronnie hier nou aan doen? En ze zeggen helemaal niks. Maar ik sta hier. En ik sta hier voor de vrijheid, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. En als meneer Rutte en meneer Trudeau het samen kunnen doen, kunnen wij het ook samen doen. En de Tweede Wereldoorlog, weten jullie nog? Dat onze grootouders, de grootvaders, grootmoeders, onze ouders, zijn verhongerd door de nazi's. En de Canadezen zijn gekomen om ons bevrijd en ons weer eten te geven. Wij zijn hun zo dankbaar. Laten we die vrijheid niet verliezen. Laten we er elke dag voor vechten. De regering in Canada, de regering hier in Nederland zegt dat ze werken voor jullie. Nee, ze zeggen dat ze werken voor jullie, maar het is niet waar. Wij zijn de baas. Wij hebben hun ingehuurd. En zij werken voor ons. Ik ben zo dankbaar dat u hier staat. Maar ik vraag u één vraag. Alsjeblieft, help de Canadees die heel moeilijk heeft op het moment. Als jullie denken dat je het moeilijk hebt, in Canada is het nog 100 keer erger. Alsjeblieft, doe hun een telefoontje en zeg dat Nederland samen met Canada is. Hier heb ik een vlag. En de vlag is United. En ik wil hebben dat jullie allemaal zeggen, superkeer, freedom! 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 Is dat Sermon Keer? Thank you! Love you! Ik hou van Holland! Ik hou van Holland! Bob, now it's your turn. Okay, hello. Greetings from the farmers and ranchers in the United States. I am Bob Baker from a family farm in Iowa. I salute you. I consider this the highest honor humanity could have, to have this kind of a group step forward and fight for food and food producers. I bring special support from cattlemen in the American West, from the RCAF organization in Montana and other states, from the Kansas Cattlemen's Association, the National Dairy Producers Association, members of the National Farmers Union, and from the Schiller Institute internationally. Let this be the beginning for us to join forces to defeat the common enemy. It is the financial complex in London, Wall Street, and Amsterdam. That demands drastic cuts in farm. You are on the front lines, but it's the same fight for us all. We must trash the green lies that say chemistry, machinery, food, and power are bad for the earth. This is a fraud. In South Dakota, wolves attack our sheep because the government now protects the wolves. For biodiversity, Western lands are being banned from livestock grazing because the government demands 30% of the land be banned from agriculture by 2030. The real cause of the crisis is the financial complex.
creating energy poverty, food poverty, and life poverty. They lie and they say they blame Russia, China, and war. It's all a fraud. They are ripoffs. They are financial ripoffs. Millions are in the streets now in Europe, France, Germany, Italy, Britain. I was at a Washington, D.C. rally in the February. Over 3,000 people showed up. Meantime, millions around the world are starving for lack of food. We must put in place a new system for production. We stand ready to work together with you to get the tractors rolling in the USA and to link up to the farmers in India, Africa, South America, and everywhere. Thank you for taking the point. We stand with you side by side. Thank you very much, Bob. Thank you. Thank you. Great job. Great job. Bob vertelde me net dat hij het echt... Hij komt helemaal uit Iowa, helemaal uit de Verenigde Staten. Hij vertelde me net dat het een enorme eer is voor hem om hier te zijn. Het is echt een, wij zijn een inspiratie voor daar. Voor hem begint alles bij de boer. En om zoveel boeren hier te zien, dat vond hij echt geweldig. Hij was compleet onder de indruk van dat wij hier allemaal waren. En terecht ook, ik ben het zelf ook. Oké, Jos, jij hebt iemand, hè? Wij hebben iemand. Het is niet zomaar iemand. Mark helpt daar even de boel klaar te zetten. Je zal er maar aanstaan, maar dat komt helemaal goed. Kijk, wie heeft in Nederland een toekomst? De jeugd heeft een toekomst, ja of nee? Ja! En vechten we voor onze jeugd? Ja! Zijn onze kinderen belangrijk? Ja! Oké, Lotte, vertel jij Den Haag eens even de waarheid. Goedemiddag allemaal, ik ben Lotte Pijnenburg, ik ben boerendochter. Nou, wij zijn hier met Tontrans aangekomen met de vrachtwagen van Organex. En ik heb een stukje getypt. En dat wil ik nou aan jullie vertellen. Nou, hier komt het. Ik kom uit een familie die al generaties lang boer is. Ik wil ook nog een boer worden. Maar mijn ouders raden het me af omdat er in Nederland geen toekomst meer zal zijn met dit kabinet. Wij boeren staan 7 dagen in de week, dag en nacht klaar om voor onze dieren te zorgen. We maken goed voedsel voor de consument met een betaalbare prijs. Maar de overheid neemt dit af door deze plannen. Wat doet onze overheid met ons? Ze willen ons weg hebben. Ze maken ons kapot en laten ons in onzekerheid zitten. Beste mensen, laat het niet zo ver komen. Laat Nederland weer Nederland worden waar onze ouders trots op waren en waar wij trots op kunnen zijn. Stem het kabinet met deze onzinnige plannen naar huis. Op 15 maart, stem ze weg. Lotte, wat ben je toch een toppen. Dankjewel. Wat een inspirerende woorden. En ik denk dat iedere boer hier aanwezig warm wordt van zo'n jonge meid die zo voor de sector strijdt. Dank je. Oké, we zijn er bijna. Ja, we zijn er bijna met de manifestatie. Hè? We zijn nog niet klaar met de strijd. Hè? De strijd die blijft gewoon doorgaan totdat we gewonnen hebben. Oké. Ik mag... de volgende dame introduceren. Zij is Jacqueline Massop. En Jacqueline heeft op 2 manieren voelt zij de pijn van het beleid. Zij is niet alleen boerin, maar is ook gedupeerde in de toeslagenaffaire. Jacqueline, alsjeblieft. Goedemiddag, beste medegedupeerde, zou ik haast willen zeggen. Wat enorm om hier met zoveel aanwezig te zijn. En wat is het hard nodig? Want we staan hier allemaal uit intense onvrede. Het is het politieke verrotte systeem en het gebrek aan kennis en verantwoordelijkheidsgevoel van Den Haag. Wat ons van crisis naar crisis beweegt.
En de grootste crisis, die zit in Den Haag. Den Haag, daar waar beeldvorming en geld belangrijker zijn dan mensen en de waarheid. En dat ondervinden we allemaal. De Groningers, de Limburgers, de vissers, de telers, de tuiners en de agrariërs. En de dader is in alle bovengenoemde Den Haag. Ik ben Jacqueline, verpleegkundige, melkveehoudster en gedupeerde in de toeslagenmisdaad. Een heksenjacht is er bedacht, opgetuigd en uitgevoerd door de Belastingdienst. De overheid die er zou moeten zijn, maar die er niet is, vermorzelt mensen en bedrijven met dit politieke verrotte systeem. De dader van deze opgetuigde toeslagenmisdaad wil ook de oplossing zijn. Maar de dader en de oplosser willen zijn, dat gaat niet samen. Dus wees gewaarschuwd. De overheid waar de macht regeert en waar niemand je helpt als je terechtkomt in het vermorzelende systeem met Den Haag aan de knoppen, heeft er bij de toeslagen voor gezorgd dat mensen uit hun huis werden gezet, hun baan en hun bedrijf verloren. Kinderen werden van je afgenomen en kinderen kampen nu met grote schulden. Luister en huiver naar gedupeerden uit de kinderopvangtoeslagen misdaad. Goedemiddag, ik ben Christy Gebouw. Het toeslagenschandaal bij ondernemers. Veel gedupeerden, ouders van een toeslagenmisdaad, vroegen kinderopvangtoeslag aan. Daar zij ook een onderneming runden. Zo ook mijn man en ik. Wij runden een goed lopende couriersbedrijf met auto's en busjes op de weg. Een opbloeiend, florerend, groeiend bedrijf. Tot in 2013. Uit het niets beslag werd gelegd op een van onze auto's. Tegelijkertijd werd er ook beslag gelegd bij onze klanten. Radeloos en machteloos. Vermorseld worden en je weet niet waarom. En als u het zelf doet, heeft u nog enigszins eigen regie in handen. Als wij het gaan doen, laten wij uw huis leeghalen. Inclusief alle spullen van je kinderen. Aan u de keus, alsof er een keus was. Later bleek dat we zonder ons weten op een fraudelijst geplaatst waren. Door u. Raad het al, de Belastingdienst. En in mijn dossier stond te lezen, er moet gezorgd worden dat deze burgers geen toeslagen meer kunnen aanvragen. Verder stond er nog te lezen, ik was mediagevoelig. In mijn dossier stond ook te lezen dat de Belastingdienst mij volgde op social media. Ter controle over welke informatie ik deelde. Ik werd gevolgd en er werd intern over mij gerapporteerd. Alles, maar dan ook alles werd ons aangedaan om ons en onze onderneming kapot te krijgen. En het is ze gelukt. Achtergelaten als oud vel. Met torenhoge schulden en grote psychische schade. Die wij ons hele leven met ons mee zullen dragen. Met dank aan de toeslagen. Bedankt de overheid. Hoi, mijn naam is Caroline. En het leven toeslagen verre en ingeschreven staan als boerenbedrijf. Dan weet je zeker dat je extra hard wordt aangepakt of plat gezegd, wordt genaaid. Vissers en boeren, die compenseren we tot 20.000. Andere sectoren, die worden gecompenseerd tot 200 en 2000. Dat is al niet eerlijk. We krijgen geen zaakbehandelaar, omdat we een advocaat hebben die zegt, dit kan niet. Hierdoor kan de gemeente niks. Je komt in de molen en je blijft in de molen. Klem staan we, en wat vind ik in mijn dossier, waar mijn boer heel zijn leven voor gewerkt heeft, zorgmelding, burger heeft eigen vermogen, met uitroeptekens. Dames en heren, Thierry Baudet en Gideon Vermeijeren. Zijn eerste introductiefilm.
Ik heb hier... Ik heb hier... In deze zak... Het voedsel dat ze willen dat wij gaan eten in de toekomst. Ik heb hier een zak meelwormen. No way! No way dat wij accepteren dat onze voedselproductie en onze boerenstand en ons leven in Nederland met ons prachtige platteland ons wordt afgenomen. No way! En vandaag staan we hier met boeren, maar ook verpleegkundigen die hun baan kwijtraakten omdat ze geen injectie wilden. Hier staan ook de onderwijzers die transgenderpropaganda moeten opleggen en opdringen aan kinderen. Hier staan ook de jonge mensen die geen huis kunnen krijgen. Omdat de massa-immigratie maar doorgaat en doorgaat. Vandaag staan hier de gezinnen die hun energierekening niet meer kunnen betalen door de krankzinnige en stupide klimaatplannen. Hier staan de ouderen waarvan de pensioenen verdampen door de euromunt. Hier staat heel Nederland vandaag. Heel Nederland staat hier. En heel Nederland is in beweging gekomen omdat we zien dat alles wat ons wordt verteld door de media en het partijkartel berust op leugens. De stikstofnormen zijn een leugen. Het is totale onzin dat er niet meer stikstofdepositie in de natuur zou mogen zijn. Dat de natuur daardoor zou verschralen, is allemaal onzin. Het is onzin dat CO2 een groot gevaar is voor de natuur. En het was onzin dat corona een dodelijk virus was. Wij worden bedrogen. Vandaag staat heel Nederland hier. Iedereen hier op dit plein is een volksvertegenwoordiger. Hier staat de echte volksvertegenwoordiging. En wij hebben de kans om op 15 maart de poseurs naar huis te sturen. Wij hebben de kans om verandering af te dwingen. En het gaat voor mij helemaal niet meer om allemaal specifieke sectoren of specifieke thema's. De boeren en de verpleegkundigen, de onderwijzers en de jonge gezinnen, de mensen die aan hun leven willen beginnen en geen huis kunnen krijgen, de ouderen die geen pensioen te besteden meer hebben. Wij zijn allemaal doelwit. Ze willen een transformatie van de samenleving. Dat doen ze via leugens over stikstof, via leugens over CO2. Via kolderverhalen over dat de euro ons rijker zou maken. Het hele verhaal gaat om iets anders. Agenda 2030, de globalistische Great Reset. En ik ben geraakt, ik ben ontroerd, ik ben echt zo ongelooflijk geïnspireerd door jullie vandaag.
Wat een energie, wat een kracht. En weet je wat het is? Weet je wat het is? Op het moment dat wij hen gaan uitlachen. Op het moment dat wij hen niet meer geloven. Op het moment dat zij met hun experts en hun publieke omroep en hun ministertjes die denken dat stikstof een verstikkende laag over de natuur legt. Als wij hen niet meer geloven en we lachen ze uit, dan is het klaar. Wij hebben te lang onze macht onderschat. Dit is Nederland. Wij zijn Nederland. Niet zij, wij zijn Nederland. En op 15 maart pakken we ons land terug. Op 15 maart is het klaar. Er was een peiling, beste vrienden. Er was vanochtend een peiling. Alleen de Leeuwarder Courant heeft hem durven publiceren. Alle andere media zwijgen. Volgens deze peiling staat Forum voor Democratie nog maar 1 procentpuntje achter onze overwinning van 4 jaar geleden. Een grote peiling, Enigma Research. Wij gaan winnen, jongens! We gaan winnen met elkaar! Het gaat gebeuren! Ik voel het, laat die vlaggen zien, ik hoor niks! Dankjewel, Gideon van Meijer, een geef voor de applaus! Lieve mensen, wat fantastisch om te zien dat u hier vandaag massaal met tienduizenden mensen naar Den Haag bent getrokken om samen een vuist te maken voor onze vrijheid en onze grondrechten. We geven hiermee een buitengewoon krachtig signaal af aan onze tegenstanders. Namelijk dat wij ons niet laten demotiveren, dat we ons niet laten ontmoedigen, dat we niet bang zijn en dat we ons tot de laatste snik zullen verzetten tegen de afbraak van Nederland. En dat is ook hard nodig, lieve mensen. Gideon! Lieve mensen, het is hard nodig dat we blijven opstaan. Want Nederland verkeert in een staat van permanente crisis. We hobbelen van de ene crisis naar de andere crisis. Van klimaatcrisis naar stikstofcrisis, naar asielcrisis, naar energiecrisis. De ene crisis is nog niet voorbij. Of de volgende wordt al uit de kast getrokken. En ze willen dat wij geloven dat dit allemaal noodlottige omstandigheden zijn die op ons afkomen. En dat de overheid ons hiertegen kan beschermen door noodmaatregelen te treffen. Maar we zien, het valt op, dat al die crises tot gevolg hebben dat normale, hardwerkende mensen armer worden, hun vrijheden en grondrechten beperkt zien worden, terwijl de elite alleen maar rijker wordt en meer macht en controle naar zich toe trekt. En wij laten dat niet gebeuren, lieve mensen. Dat mogen duidelijk zijn. Wij zien op dit moment dat steeds meer mensen beginnen in te zien dat al die zogenaamde crises zijn gebaseerd op leugens. En de reden daarvoor is dat Forum voor Democratie zich met hand en tand inzet om die leugens te ontmaskeren. Wij zijn de partij voor de waarheid. Wij doen geen concessies aan de waarheid. Wij zitten niet in de politiek om mee te doen. Wij zitten in de politiek om te winnen. En winnen is belangrijker dan meedoen. En op 15 maart heeft u allemaal de kans om een keiharde klap uit te delen aan het kartel. Om ze echt pijn te doen.
door te stemmen op de enige partij die een echte bedreiging vormt voor de macht, voor het enige echte alternatief, en dat is Forum voor Democratie. Dank u wel. Dank u wel. Gideon, we gaan nog even samen een foto maken. Beste mensen, laat van je horen. Dit is ongelooflijk. 70.000 man hier in Den Haag. Allemaal voor de verandering. 15 maart dwingen we het af. Het is niet meer te houden. De leugens zijn niet meer te houden. Wij gaan het kartel ten val brengen, jongens. Op 15 maart. Yes! Dankjewel en bedankt aan alle sprekers. Bedankt aan de organisatie. Dit was de grootste en mooiste demonstratie ooit. En wat zijn ze bang voor ons? Wat zijn ze bang? Dankjewel. Dankjewel, Thierry. Dankjewel, Gideon. Dankjewel, FVD. Bedankt, jongens. Ziens, bedankt. Oké, lieve mensen, we zijn nog niet klaar. We zijn wel bijna klaar. We zijn niet helemaal klaar. Doe even lekker wat muziek. Ik moedig iedereen aan om even wat te eten en te drinken. Dat is wel lekker, want dan kunnen we ook een beetje uit de kosten komen. En straks nog een woordje van Mark Roever van Farmers Defence Force. Tijd voor muziek. Hier is Colin. Colin Rico, reggae music for freedom. Are you ready for some reggae music? Liefde en verbinding. Never tell me where to walk. Never tell me where to go. So do not tell me how to talk, how to walk, how to breathe, yeah. Bedankt mensen dat jullie allemaal geweest zijn. Ik hoop dat jullie een fijne dag gehad hebben. Als jullie naar huis gaan, zouden jullie even om je heen willen kijken. En de rotzooi en de kliko's willen gooien. Want anders zijn wij daar met 20 man hier nog 20 uur aan het rapen. Bij vele handen maken ligt werk. Verder zullen jullie van ons nog horen voor woensdag. En ik denk dat de trekkers ook nog een keer gestaakt moeten worden. Mensen, zet hem op de komende dagen. Want jullie hebben net gehoord, we gaan winnen. Houdoe en bedankt. Hey! Dankjewel Mark. Jos, dankjewel. Lieve mensen, dankjewel. Woensdag, stem ze weg. Was het zelf uit, al die haaien kwamen uit. Hij had dan op de grootste bed, droog bij elke kiepelet. Ook al had ik hem niet betrapt, hij had ze alle opgeknapt. Toen nam een haantje roep om geinke in de kippensoep. Thank you.
Lieve mensen, gratis informatie, stickers, kantjes, brochures, allemaal gratis beschikbaar bij jullie.